Hello peoples from another meeples. Het is weer Spooky 1611 en Robin. En vandaag gaan wij Alan Wake 2 weer verder spelen. We willen namelijk de Lakehouse DLC zo snel mogelijk uitspelen. Of het nou binnen een half uur is, binnen een uur is of wanneer dan ook. Wij gaan de Lakehouse uitspelen. Als het goed is hebben we niet heel lang meer. Klopt. Maar we hebben zeker nog wat te doen. De deur wel. De deur wel? Ja. Echt? Ja, daar is het. Moet ik de deur openen? Nee, hij is al open gedaan. Ineens hoor ik mezelf. Ja, dat heb ik altijd. Het is er. Echt? Ja. Wil je... Ja, wil jij het ophalen voor mij? Moet ik het ophalen voor jou? Ja, ik kan niet opstaan. Oh, nou, dan haal ik het op voor jou. Maar ik heb nekpijn. Ja, ik heb een heel zwaar hoofd. Dus de spieren in mijn nek die staan heel strak. Dus daar had ik zo net heel erg last van. Dus nu heb ik even een kussen om mijn nek. En nu kan ik mijn hoofd bijna niet bewegen. Maar zo comfortabel. En Sander haalt nu een pakketje voor mij op. Want dat is echt groot blij. Voor mij. Deur ging helemaal niet. Het was mijn vader die gewoon op werd gepikt. Oh, lief. Dus daarom ging de deur open en dicht. Lief. Ik dacht al, ik ben toch niet doof? Ja, maar je hoort de deur toch wel? Ja, die hoorde ik. Oh, oké. Okay. Maar ik hoorde niet de deurbel. Nee, maar daar kan je dan vaak wel van uitgaan als ze alleen die onderste doen en je hoort die niet. Ach. Nou, maar dankjewel voor naar beneden gaan. Alsjeblieft. Hij komt dus nu en 8:30. Nou, laten we dan deze DLC afmaken. We zaten in de tweede muziek, blijkbaar. Oh nee, ik moet Q ingedrukt houden, hè? Radio off. Nee, dat ben ik. We zaten in de tweede verdieping. Allemaal shadow people. We zitten hier met Estevez. We zijn erachter gekomen in deel 1 deze middag dat er een portretmaker, een Bob Ross artiest, dat die dingen... Hij is heel boos op mensen. En Rudolf Lane. Rudolf Lane, waar al eerder over is gepraat door Emil Hartman in Alan Wake 1. Die heeft nogal rare dingen gedaan. Die heeft in de gevangenis hier ook. Hij is hier gevangen genomen. Heeft hij 1 miljoen paintings nog moeten maken. Heb je die ook gelezen? Ja, ik heb hier alles gelezen. Alleen je was iets afwezig. Maar inderdaad, over Tamita en Ed en zo. Ja. We hebben hier over gelezen. Ja. We hebben eigenlijk alles hier wel in het midden gelezen. En ineens draai ik me om. En zit hij daar te wrijven? Zit hij daar weer te schrijven? Want hij moet dus ook Alan Wake nadoen. Qua writing stijl. Zou dat dan Alan zelf zijn die dit schrijft? Zodat hij hem na moet doen? Ja, en dat andere sowieso mensen hem kunnen laten ontsnappen? Sowieso. Alles. Alles. Ja, alles is als doel daarvan. Vet veel camera's voor die guy. Nou is dat schilderij dus weggehaald. Dat heeft ooit hier gehangen. Ja. Die hebben ze er helemaal uitgesneden. En moeten wij dus hier even gaan kijken voordat alle darkness komt. Ja. Moeten wij even rond gaan kijken hoe en wat. Misschien moet je... Wat is art? Writing is onder art. Painting, music is onder art. Poetry niet, maar wel rijmpjes en sculptuur. En what about Night Springs? Nee, dit is art vraagteken. Oh. Dus daar weten ze het nog niet over. Is de dancing art? Kan dat gevoederd worden? Movies? Kan naar beide? Ja. TV? Ja. Oh nee, movies is naar art gegaan. TV is naar not art gegaan. Oh, ja. Want dat is rood en blauw. Ja. Of nou, dat hoeft niet eens. Want dat kan ook iemand anders zijn geweest. Precies. Die dan weer... Theater, puppets en martial arts. Omdat daar arts in zit. But what about Night Springs? Ja, ik denk het wel, hè. Dat onder art hoort. What about cooking, baking, sewing, graffiti? Oh, die snapt niet hoe je graffiti moet spellen. Nee. Elke keer is het nou dubbel F, 1 T, is het dubbel F, dubbel T. Wat een leuke joke. Ja. Bullshit charts like this. Not art. Is not art. Ah, dus dit komt niet tot leven. Nee. Ineens in de tweede verdieping komt zo'n echt, ding op je af. Deals. Cool. Deals. Waarom staat daar deals? Ik weet niet. Nou ja, allemaal darkness people in ieder geval hier. Wij zijn van de FBC. Dat ken je allemaal als je Control hebt gespeeld. Zo.
Nou, dat kun je ook als je control hebt gespeeld. Ja. Op die manier de toilet enteren. Hier is verder niks. Behalve lekkende riool ratten. Er lag zo'n dode meneer daar toch? Niet in de wc, maar bij het begin, zeg maar, van de... Oh. Waar? Oh ja, ik zag ergens zo'n dode professor liggen. Of lag die naast... naast Ed? Ik zie hem niks, behalve hier. Oh ja. We hebben hier wat containers voor extra loot, voor als die shadow people komen, zoals... Ik vind het wel leuk om ze shadow people te noemen, ook al is dat, wordt dat nooit zo genoemd. Ja. We zijn natuurlijk nog steeds ook op zoek naar de clearance level 2 keycard. Eén smiley in het midden van 6 tv's. Creepy sticky notes. Nou, zo weet je dat je dus wel echt in combat komt met die gasten. Ja. Maar ja, ze zitten ook overal. Daar zit er ook. Oh, en de elevator is daar. Oh. Martijn. Volgens mijn berekeningen is dit 6 jaar. Denk wow, 72 maanden. Is dat 6 jaar? 12. 24. 36. Waar zijn we? 40. 50. Ja? 62. 64. 74 bedoel ik. 74 maanden. Jij zegt dat 74 maanden is 6 jaar. Ja? Mijn keycard is een high enough clearance. Ik weet het niet. Nee, ik heb verkeerd geteld, denk ik. Maakt ook allemaal niet uit. Martijn kan goed rekenen. I appreciate the support, Martijn. Heel klein beetje helpt om dit te kunnen blijven doen. Wacht, hebben we dat op de grond? Nee, die liggen allemaal papier. Ja, maar wel ja, veel. Maar ik wil eigenlijk ook niet alles openen. Want kijk, nu komt er niks meer uit. Omdat je die loot al hebt. Het is gewoon altijd gebaseerd. Zo. Hope that glass is thick. Thick? What the fuck? Thick as fuck. Lijkt wel walkers die je moet tegenhouden. Ja. Maar we moeten maar even doorlopen. Want dit is allemaal... Locked. Locked. Allemaal researchers. Aww. Aww. Everybody died. Ben aan het sporten geslagen. Hybride aan het trainen zodat ik volgend jaar mee kan doen met 10 kilometer van Zwolle. Succes met je marathon, Martijn. Wie weet wordt dat weer je volgende verslaving. Zal ik hem ook in? Ja. In ieder geval genoeg mensen die er dan niet op zeiken. Hier konden we eigenlijk niet doorheen, maar is al... Hij is open. Ja, de deur is open. Nou ja. Oh. Ah. Wow. Control memories komen alleen maar meer zo met zo'n shelter. Die hadden we net ook al. Echt? Ja. Oh my god. Dat gevoel dat komt steeds meer. Alles zoals in de game Control. Bij min 1 stond er... even is het ook een shelter room waar je... Ja, bizar joh. Dat al die shelters, het is weer volledig de wereld van Control. Net zoals in de game Control, maar ook net zoals in die FBC Firebreak. En het is wel leuk dat die aesthetic altijd terugkomt. Dit is de Control Center. Ja, ik denk niet dat we hier wat hebben, want ik keek al een beetje rond, maar... Ik denk het ook niet. Ik denk dat we daar gewoon naar binnen moeten. We gaan gewoon rustig hier naar binnen. Oh. Wow, dat is zo cool. Wat een mood. Daar staan ze weer. Zo droog. Denk je dat als één iemand dragen dat meteen verandert? Sorry, ik moest even mijn stoel plaatsen. Net zoals de director. Ja, denk ik wel. Oh. Ah. Keycard. Daar is hij, level 2 clearance keycard. We hebben hem! We moesten toch gewoon door. Sorry, but I need this. Hey. Zag je die? Ja. Die was buiten? Ja. Oké. Wat hebben we hier? Of was dat? Of was dat wel een shadow? Was dat... Misschien was het wel een echte persoon. Ja, die guy. Daar gaat het bloed naartoe in ieder geval. Maar we hebben hier code ding.
Puzzelkamer. How many paintings did they have this guy make? Ja, die guy heeft echt elke Bob Ross documentaire echt? Of elke aflevering moeten Happy kijken. Happy Little Trees. From painting session on redacted. Designation black circular shape among yellow lines. Description an uneven circle painted in a dark black foreground. Ach, een nieuwe verslaving, zolang ik maar gezonde dingen doe, toch? Ja, maar dat is relatief. Dat is wat ik dus zei van, misschien heb je een nieuwe verslaving daarmee dan. En heb je geen mensen die zeuren. Maar uiteindelijk zullen er altijd mensen zijn die mogelijk zeuren. Altijd. Dus zelfs als je ergens veel te diep ingaat, dan kan dat ook weer allemaal problemen veroorzaken. Want te veel van wat dan ook is niet goed natuurlijk. Maar wie weet heb je wel minder mensen die zeuren om je heen. An uneven circle painted in dark black in the foreground with jagged yellow brown mustard lines behind it. Lines sometimes overlap with each other and or bleed into the black circle. Daarna heeft hij een lone tree at night. A dark green tree standing in a dark landscape, presumably night. Oh, is dat de show me echt, the terror? Echt, hè? Die boom, zeg maar. Ja. Dat er ook op die manier. En wat is een black circular shape? Nou ja. Empty road in forest. A dark grey streak across a dark green landscape. Presumably a forest at night. The grey streak is likely to be a road due to its location, color and the way its width reduces in line with this perspective. Note a small white shape in the road could be a page of writing by Alan Wake. Damn. Relevant teams have been informed and are searching for this site now to attempt page retrieval. Dus hij heeft gewoon waar dan zo'n manuscriptpagina zit. Hij heeft ook een yellow crescent shape on a blank canvas. A curved yellow shape in a roughly crescent shape painted onto an otherwise empty canvas. Possibly a crescent moon or banana unfinished. Wat hebben ze nog meer? A red, yellow and green circle. Three uneven circles. One red, one yellow and one green. Roughly arranged in a vertical line. The background is black, gray, with dark red streaks along the border of the canvas. Is that possibly a traffic light? Oh. Rood, groen, oranje. Ja, dat is die altijd item traffic light. Dat vond jij zo heftig, die. Gevaarlijk. Die vond jij heel gevaarlijk. Cityscape with blue-gray sky. Gray vertical shapes, likely a skyline of a city in the bottom third of the canvas with a vivid blue-gray sky. Geometric shapes painted in thin white lines can barely be made out among the colors of the sky. Oh. And a black void. A deep black void covering the entire canvas with a few small specks of dark or light gray able to be seen on close inspection. And ook een large variety of black spirals. Ooh. Alleen maar spiralen. A large number of rough spirals painted in black, ranging in size from that of a quarter to that of a basketball. Though the canvas appears quite covered, it is blank aside from the spirals. And a brown shape with horns. A brown shape vaguely triangular with what are presumably horns extending from the shape. A deer. Likely an animal head, possibly a deer or elk. Black background. Cult of the deer. Cult of the deer. Nee, hoe heet die? Cult of the word. Cult of the tree. Cult of the tree. The word is in the dark place. Klopt. Wat gek. Ja. Dus hij tekent wel echt dingen die, waar hij mogelijk ook voorbedachte raden mee heeft. Ja. Maar wat het cijferslot daarvan dan zou moeten zijn, ligt er ergens anders nog. Shit. Echt, hè? Vast niet, toch? Wat zou het dan zijn? Je hebt hier wel allemaal nummers. Ja. Alles opgeteld. Alles afgetrokken. Ik heb geen idee. 1, 7, 1, 2, 4, 4, 4. Ik zou het niet weten. Je hebt zoveel nummers. Ja. Dus het is zeg maar twee. Is dat ergens anders? 3 keer 2 is het, zeg maar. Ja.
3 keer 2 cijfers. Misschien verder in de office. Nooit verder. Wow, ik dacht weer dat ik wat ze. Nooit verder dan. De kamer. De kamer. Klopt. Dat is zou ook heel stom zijn. Er probeert iets binnen te komen. Volgens mij, ja. Wil iemand naar binnen? Many versions. Wat kunnen we hier allemaal doen? Loten door. Ja, dat komt toch nog wel. Ja, ik denk dat het dan toch daaruit opgemaakt moet worden. Maar hoe dan? Datum? Case nummer, datum. 9823. Nou ja. Hebben we hier misschien nog iets, dat, iets met nummers of op het dingetje of zo? Ja, of het is een optelsom of zo. Een optelsom? 42, 169, 178, 24. Maar dan kom je op een driecijferig getal uit. En de andere optellen. Dat denk ik ook, ja. Moet ik even... Ja. Wat als je die... Per pagina, zeg maar. Ja, dat is, lijkt me wel een grappige. Dat we gewoon optellen inderdaad eerste rij. 42 plus... 169. Plus... 170. Het zou wel heel raar zijn, maar... Plus... 24. 405. Het zal vast niet zijn. En dan? En dan hebben we 24 plus 171 plus 44 plus 45 en dan plus 25. Ik denk niet dat dat is, maar het zou heel grappig zijn als dat het is. Ik denk het niet. Nee. Het was heel ver gezocht, maar het was wel leuk om te proberen. Wat was de datum? 09-08-23. Nope. Geen 09-08-23. Is het ook niet de laatste cijfers linksboven? 7-2-3-9-3-9? Of 23939, of nee? 7-2-3-9-3-9. 72-39-39. That's not right. Nee. We zoeken denk ik wel heel ver. Maar ik denk wel dat het daarmee te maken heeft met die file. Ja, denk je? Ja, denk het wel. Dat het te maken heeft met die file. Maar wat dan? Ik wil graag in de e-mail kijken. Ja. Dat zou ik niet weten, dit. Nee. Die zou ik ook niet weten. Oh. Oh, spooker. We hebben hier niet veel. Daar ook niet. We hebben natuurlijk bloed waar we zelf doorheen lopen. Laat mij nog eens kijken op die papier, zegt Thomas. Hier hebben we het linker papiertje. En dan de tekst. En dan de tekst. Ja, maar dat kon je ook lezen toch als ik inzoom. Die getallen zijn wel allemaal weer dik gedrukt. Ja, klopt. Maar ook nu hier. Kijk, daar zijn ze ook dik gedrukt. Ja, oké. Okay. Dus het... ...42 is ook dik gedrukt. Alles is dik gedrukt. Qua laatste cijfers. Maar... je hebt ook... zeg maar, je hebt sommige die zijn RL1.
Ja. Sommige zijn RL2 en sommige RL3. Ja. Wat als wij... Regel 1? Ja, nee, dat kan niet, want dat is natuurlijk 3 cijfers soms. Ja, maar als je dat optelt? Dan heb je toch alsnog 3 cijfers. Oh ja. Maar je hebt 3 rows. Dus ik dacht misschien het is RL1 optellen, RL2. Nee, dat is 169, 170, 171. Dus dat zijn gewoon degenen die bij elkaar horen, ja. Ja. RL5 heb je ook. 5? Oh ja. Oh, never mind dan. Never mind dan. Ik deed ook gewoon even zo'n verre ding. I also did a far guess. Wat zijn we aan het uitvogelen? Vraagt Harvey. We zijn een puzzel aan het uitvogelen om de computer de e-mails in te breken. Maar we weten niet wat we moeten uitvogelen. We moeten een cijfercode krijgen van 6 cijfers. Om in de computer te komen. We willen de e-mailtjes lezen, we willen alle tea. Ja, je kan gewoon doorlopen als je zou willen, maar vaak wij vinden het leuk. Staat er niks op de muren of in het bloed of verf? Ja, daar zou ik dus ook naar te kijken. God, echt jongen, die verrekte deur. Is dat nog een klein kamertje of zo? Zie je dat? Lijkt er wel op. Dus het zou daar kunnen. Ja, kijk. Oh, ja. Daar heb je ook een computer. En een Shadow Man. Ja, die zit dus te druk. Ja, daar is een deur verder nog. Ja. Dus we zouden ook daar toch even kunnen kijken. Ja, daar is wel ook waar het bloed naartoe loopt nog. Daarom. Dus misschien moeten we toch in de office. Nou, ready? Ja, maar doe wel voorzichtig. Want die big boy die wil waarschijnlijk meteen naar binnen. Kom dan. Je moet de deur nog open doen. De feest is behind te duiken. Oh, kijk. Kijk. Wij heel lang kijken, maar hier hebben we hem weer. Ja. De update to computer password reset policy in de hele freaking ding. Nou, dus dan gaan we naar die datum. Ja, en überhaupt, Arvi, je zou eigenlijk miljoen aan Alan Wake en control content moeten kijken of moeten spelen om het allemaal te snappen. True. Want het is heel moeilijk om uit te leggen hoe en wat en hoe de hele gebeuren. Dat is letterlijk, zeg maar, zoals een Marvel Cinematic Universe, maar dan in game vorm. Ja. Dat alles connected met elkaar is. Ja. En dat is echt niet normaal bij deze game. Maar wel heel leuk als je daarvan houdt van diepe story en zo. Wij heel moeilijk denken. Ja, wij denken daar van nou... Nou, dat is had best gekund, die optelsom. Ja, maar wel ook weer vergezocht. Nee. Effective September 13th, all computer passwords must be reset to address security concerns. Dit is hetzelfde e-mailtje, maar toch nog even een keer. Ja. We are aware this may be an inconvenient change and lead to difficulty remembering your password. We recommend using a permanent set of digits as the beginning of the password, followed by numbers that change daily. Ja. Dus het begin... Permanent. Ja. Daarna zouden ze toen de tijd dagelijks hebben moeten veranderen. Nu niet meer natuurlijk. Maar, hoe heet het? De eerste puzzel die wij deden. Mm-hmm. Dat waren de eerste 4 cijfers. Die waren hetzelfde. En de laatste 2 niet. En die andere, ja, dat weet ik niet. Want dat... Ja, oké, ja. Dat hing gewoon als papiertje op de beeldscherm. SD1999 zegt op YouTube... Hey Spooky, jeetje, wat heb ik lang niet gekeken naar je kanaal, zeg. Ik wil je even bedanken voor de ontzettend leuke video's die ik vroeger al keek. Ik ben nu 25, maar je hebt geen idee wat voor positieve invloed... jij, David, Reve, Paul en nog meer vrienden van vroeger op mijn YouTube-jeugd hebben gehad. Lots of love, man. Lots of love. 2023 september, maar ja, dat is waar dit afspeelt. Ja. In september 23, waar Alan Wake de campaign in oktober. Ja. Dus het is een maand eerder. Ja. Ik had wel verwacht dat het al langer denk down je dan was. Alsnog niet dat het 2309 is, het eerste getal? Nee. Nee? Oké. Nee.
Maar ik denk wel dat we het hier kunnen vinden, denk je niet? Ja, dat moet wel. Of toch niet? Zoveel is hier ook weer niet. In deze bijkamer, behalve dus die extra... Oh, maar huh? Hier is ook weer. 9-14-23. I made that reservation for our anniversary, which I certainly never forgot was a week from this Friday. Let's take separate cars from the office. Can't have the bosses see us leaving together now that those hypocrites have banned inter-office relationships. Dus dan moet je die datum... En dan een week later. Was a week from... Ja, die datum. Dan kijk ik naar de vrijdag. Wanneer het vrijdag was. De 15e is de volgende. Want zij had hem dus op vrijdag de 8e gepost, die brief. Dus dan heb je daar 15. Dit was, kijk, dit. Oh, dat is op 9. De 9e. Oh ja, nou ja, het is dus... 9? Ja. Het was op een vrijdag dus. Dus het was zeg maar de 8e vrijdag. Het is de 15e uiteindelijk. Ze heeft een... Oh, huh? Nee, het is de 14e. Ja, daar is de 14e, dus het is de 22e. Ja, precies. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Dus dan is het 22, 9, 22, 23. Op deze. Oh, nee, niet. Nee. Oh. 09, 22, 23. What the fuck is hier allemaal gebeurd? Het gaat over alle passwords. Ja, de hele tijd hebben ze het over die relaties ook met elkaar. Die Greenberg en Watterson. Die zo aan het roddelen waren. Yeah. I just found out what happened to Tricia. Jules fucking fired her. I knew it. She was way too vocal in last week's all hands meeting. The tea. She had valid concerns. That man is a tyrant. Speaking up about safety is no reason to fire someone. Can you believe this new password policy? What security concerns are they even talking about? We are fenced off government building in the middle of nowhere. I think they are getting paranoid. A government bunker zelfs. Anyway, I set the security terminal's new password like the memo suggested. Our anniversary is the base numbers, then Black Void. Dat is dus wat hij had getekend. Een Black Void. Ja. Yeah. Oh, tuurlijk. Dus het is hun... Ja. The anniversary. Het is hun anniversary. Wat dus waarschijnlijk dan is op de... De datum dat ze dat vierden. Ja. Dat ze uit eten gingen. Dus de 22e. 9-22. Ja. En dan de Black Void nummers. Ja. Ja. Yeah, the Marms are losing it. Oh. Big surprise. I bet Diana set Jules' background to a big old turd or something. Once again, making their shitty marriage everyone else's problem. The password you sent didn't work. Black Void is 44, right? From the list of Lane's paintings. I need to get in. Or this is gonna be a total waste of a Wednesday. Om je nog extra vooruit te helpen, denk ik. Precies. Dat het dan mogelijk wat anders is. 44 is right, yeah. So I guess you're telling me you don't know when our anniversary is? Well, good luck with that. Damn. Today's password is the date of our special unforgettable anniversary. Plus brown shape with horns. Love you. Oh, dus okay. Het is toch een ander. Ja, het is de brown shape with horns. Ja. Yeah. En dan hebben we de bovenste nog. I maintain that seeing a movie together does not begin a relationship. Okay. Nou, dus dan... de special unforgettable anniversary plus brown shape horns. Dus dan denken we nog altijd 0922. Ja. 9-22 en dan de brown shaped. Wat de laatste was. 09-22 25. Oké. Okay. Dus ons idee is dat het 09-22 25 is. There. Opgelost. Oh god. Laten we nog niet deactivate lockdown doen. Nee. Oké, okay, de Missing BlackRock enzovoort. Dat hebben we gelezen. Deze moeten we naar boven. Hello, Mr. Kingston. I am writing because I have serious concerns about safety protocols being disregarded across the facility. I have collected a list of violations that I've personally observed. I can send this to you. My opinion on the matter is that both Dr. and Dr. Marmont are driving this facility staff into progressively more reckless behavior. Good day, Tricia Howard.
Hello, Miss Howard. Thank you for sharing your opinion. All facility operations and safety measures are under the purview of the heads of research. If you have a complaint, please file it directly to them or contact the Bureau's acting management team in Dallas. Thank you, Harry Kingston. Mr. Kingston, I thought we reported to the acting management team in Kansas. I have reached out to them about this issue multiple times and got a no response. Even if they did respond, we all know they don't have the staff to investigate every internal issue after the oldest house went into lockdown. Kan je weten in Control hoe dat allemaal gaat, in dus de videogame Control. I believe the Marmons are knowingly using this state of chaos to their advantage. Our treatment of research subjects is in clear violation of the ASH Act. Hey. Hey, the ASH Act. Ja, ASH is een andere, oudere director. Yeah. These are punishable offenses. If you do not open an internal investigation, then I will resign, Tricia Howard. En dan hebben dus die mensen die hier werken, hebben lopen rumuren over die trash, yeah. Volgens mij. Over die Tricia Howard, die dus een senior researcher is. Dat is zo droog. Are you ready? Ja. Hallo. You are now safe to resume working. Ah, I'm safe. Dat is fijn. Oh. No, turn back. Area is extremely hostile. Turn back. Hebben ze niet gehoord. Fucking idiots. Fucking idiot. I'll need help. Ja, nu moet jij weer naar floor 1. Ja. Locate your team on sub-level 1. Nou, eerst maar even quick saven, want anders moeten we weer... moeten we weer nadenken over... Nadenken over cijfers. En dan denk ik dat ik mijn pistool het meest wil gebruiken voor deze. Ja. Doe dan toch maar even kijken. Ach ja, omdat ik dus alles al heb. Reloaden. Heb ik al. Oh. Zo, dat was spannend. I can feel it coming in the air tonight. Dat zijn er nogal wat. Oh god. Hello. Hunting season. Oh hello. Ga gewoon terug. Eén voor één. Oh, hij wou niet schieten. Oh, hij mag hier niet doorheen. Je hebt ze na... Nog niet wegrennen. Stop. Hij is zo sad dat hij daar niet naar binnen mag. Dat hij gewoon wegrent. Goed zo. Thank you. Hunting season. Ah, oh, dat was sad. Murder. Murder. Misschien moet ik dit doen. Ah! Dat mag niet. Ja, hij is het niet mee eens. We mogen geen diervest cancelen. Zo! Even healen. Oh, hallo. Oeh. Haha, je mag wel naar binnen. Nee, die wil weer terug. Dat snap ik. Zou ik ook doen. Als je niet uitgenodigd bent. Thank you. Nou. Nu had ik eigenlijk die ammo box moeten openen. Want dan komt er heel veel ammo uit. Ja. Maar dat deed ik niet. Nee, je hebt het al gedaan. Maar ik kan wel hier openen. Die daarachter. Ja. Ik doe toch weer even dit. Oh. Oh nee, dat is geen doos. Oh, wel. Ja, dat is wel een doos. En kijk, nu krijg je ineens weer pistol ammo. Ja, fantastisch. Daarom moet je zo'n... En nu deze dan? Oh nee, ik dacht misschien is die alweer gereset. Oh nee, dat werkt niet. Oké, nou, dan heb je iedereen dood. Ja, nu, we kunnen ook hier naar binnen natuurlijk. Nou, nog niet iedereen natuurlijk. Kijk, er zijn nog genoeg gasten. Oh nee, er is nog een muur. Ach, wat is dit voor puzzel? Oh, verrimpels. Dit is die ATD Progress Review van die automatische typewriters. Ja.
Met de manuscripts van Alan. Merch? Too much overlap between tone and style. Merch. Word choice good, but incomprehensible. Okay. Oh, dit... Dark. Oh my god. Kijk hoe lang die bleef schreeuwen. Scream. Breathing. Lake. Blood. Ik denk dat het 22 juli nog niet zo goed werkte in juli 2022. Nee. Dus dit is hoe die ooit begon in... Dit is uiteindelijk in november... Dat is al iets beter, maar dat lijkt nog steeds niet op Alan Wake zijn writing. Maar dit is hoe ChatGPT gewoon begon. Ja. Die proberen gewoon Alan Wake zijn schrijven na te doen. A well of darkness, a fortress like black paint, darker and darker and darker, so dark the darkness. The darkness darkened darkly, darkening the dark until it dimly darkened even the darkest dark. Oh, kijk, ze hebben hem ook een cijfer gegeven dan. Die robot typewriter. De toon. Content A. De toon was ook een A. Ja. Nou, zo. Ja. Het was een dark toon. Nou. Nou, even klinkt het in de darkly dark. Ja, ik ga hem lezen. Dark, screamed the darkness. A dark reminder of the dark's inner darkness. A well of darkness. A vortex like black paint. Darker and darker and darker. So dark, the darkness could hardly see. A dark figure emerged from the darkness, facing the darkness with dark intent. A dark knife glinted in the dark darkly. Dark like the dark eye of a dark raven, dark feathers rustling in the dark night sky. No moon. The moon had been eaten by the dark. The dark drank it, and the sun. A dark moon rose over the dark sun that had set into the darkest dark's darkness. The darkness darkened darkly, darkening the dark until it dimly darkened even the darkest dark. Dimly darkened even the darkest dark. Nice. Dat klinkt echt als zo'n Derek. Ja, Derek. Nou, in mei 2023 hebben ze weer een manuscript gekregen. Want ze proberen dus de schrijfwijze van Alan Wake... proberen dus een soort geautomatiseerde typewriters. We zijn in die room geweest. Mega veel typewriters. Echt mega veel. Die zijn dus automatisch aan het typen. En die proberen precies de juiste stijl van Alan Wake na te bootsen. Precies dezelfde inkt. Precies dezelfde typewriter merk. Alles. In de hoop dat dezelfde paranatuurlijke krachten dat die vrijkomen... en dat hun het gewoon kunnen abusen, controleren. Dat zij dat kunnen aanpassen. Gebeurt alleen niet zo makkelijk. Want er moet ook emotie bij komen. De persoon moet erin geloven. En dat zorgt ervoor dat de magic uiteindelijk ontstaat van het abnormale. Maar ja, het is wel heftig dat ze dat hier probeerden bij de FBC. Om dat na te bootsen. Yeah. En op wat voor manier. Wel typisch FBC als je de control hebt gespeeld. En al die andere AWE's. Typisch. En hoe ze daarmee bezig zijn en zo. Met die fucking luck en probability. Och, omdat dan testen hoe dat gaat met geluk en zo. En gokken. Ja, ook ja. The style tone prioritized over comprehensibility. Negative process. All right. En dan uiteindelijk was dit het. The dark woods rattled darkly. Flashlight peered into the deep darkness and the dark shivered. Flashlight scowled. A woodsman came with an axe. The woodsman's teeth screamed. Flashlight screamed too and was cut in half. Blood mixed with the darkness. A dark blend. Ah, je ziet dat het niveau echt nog wel een stukje lager is. Dat lijkt me wel moeilijk om dat story technisch over te brengen. Dark in the dark, dark in the dark. Ja, kijk, dat is gewoon fun. Dat ze dat dan op die manier kunnen doen. Dat heeft meer diepte dan die laatste. En dit. Maar ik bedoel, als je dan een beetje story type moet doen... In die stijl, mm-hmm. Maar net niet. En dat moet overkomen aan ons. Dat dit het net niet is. Yeah. Wat mist er aan dat dit geen Alan Wake manuscript is? Voor zijn boek. Wat mist daar aan? Dat wij dat toch voelen. Zo van... Moeilijke woorden. Pistol looked at flashlight in shock. Dat zou hij nooit typen. There was nowhere to run, he realized. But he ran anyway. De acupunctuur. Ja, en soms ook de Engelse zinnen zijn een beetje... Interpunctie heet dat. Acupunctie.
Dat is zo'n naald. Ja, 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 ja. Interpunctie. Acupunctuur. Acupunctuur. Maar ook zijn de zinnen, zeg maar, wat Ellen doet, is die doet dan zeg maar niet rechtstreeks zeggen wat er gebeurt. Klopt. Maar die doet ook weer niet zo raar. Nee. Zo van, pistol looked at flashlight in shock. Precies. Dat is, ja. Het is zeg maar wel zo niet rechtstreeks, weet je wel. Ja. Maar het is wel dieper of zo. Ja. Niet zo van, he ran into the deep dark of the woods. The woodsman rattled behind them, bouncing through the trees. Pistol knew it had nowhere to run. Pistol drew his weapon and turned to face his death. Ja, ja, nee, net niet. The woodsman emerged and Pistol opened fire. Daar is hij. Daar is hij, lieverd. Ja, maar ik kan toch niet zo snel opstaan? Jij bent super snel. Ja, ik merk, kom ik daar met mijn nek kussen. En je acupunctuur. En mijn acupunctuur. Ja, ik ben onderweg. Ja, dat lijkt me dus best wel moeilijk dat je moet overbrengen hoe dat überhaupt werkt, zeg maar. Je hebt constant, heb je echt, nou, met Alan Wake 1, Alan Wake 2, ook in Control heb je Alan Wake zitten, heb je echt gewoon die diepzinnige manuscripts en zo. En dan moet je dus als game developer, moet je heel veel tekst schrijven waar het allemaal net niet is. Nice. Do you want to see my package? Ja, doe maar uit beeld. Thank you. All right. Ja, wil je mijn package? Ja, ik wil jouw package zeker zien. Oh. Damn. Ik hoop niet dat we reflectie hier hadden. Nou ja. Maar waarom is de hoofdpersoon ook een pistool? Ja, dat snap ik ook niet. Pistol breathed, in and out, in and out. Pistol looked at each tree, in and out. Ik ben Pistol. He was safe. Dat klopt niet, hè? Zie je dat die zinnen niet kloppen? Mhm. Pistol grabbed the woodsman's axe and plugged it into his pistol to charge it. Ja. Yeah. What does that even mean? The pistol grabbed the woodsman's axe and plugged it into his pistol to charge it. He went to check on flashlight. Pistol checked each half of flashlight. She was dead and he knew it. Het gaat nergens meer over. Ja, het gaat over pistols en axes. Nee, luister. Hey, lieverd, het gaat nergens het, over. Ik hoor het. Hij loopt alleen maar meer helemaal out of... Oh, mijn hoofd. Pistol screamed at the trees scream back. Het is wel een beetje hoe Alan Wake typt. Ja. Maar totale nonsens. Totale nonsens hier. Ja. Nou, making progress. Again, individual elements are strong, but ATD's lacking awareness and intention is a blocker. En dit was dus in augustus 23. Dus ze zijn er nog lang niet. Nee. En hier? Mogen we niet op drukken. Zie je dat? Ja. Die werkt niet. Oh. Developer, it's not working. Sam Lake, help. I need more Wake reference material. Oftewel, je moet de AI meer referentie voeren. Ja. Input... Non-wake reference material, source human subject, use stuff as writers, risk of data skew. Oh, ah, dus ze zijn dan bang dat als bijvoorbeeld die boeker gaat schrijven, dat die mogelijk de hele dataset verneukt. Ja. Dus ze willen het liefst wil ze zoveel mogelijk papieren van Alan Wake. Maar ja, at the same time, Alan Wake schrijft dit. Precies. Ook. Dus... Wow. Dus I don't really... I can't ermee. Van Harry. Ja, sorry daarvoor. Wat hebben ze hier gedaan? Photoshoot. Oh, ze hebben een stukje van... Oh, dit is ook een painting. Ja, het is een painting. Maar de painting... Foto's van gemaakt. Hebben ze in ieder geval helemaal weer... Kijk, mooi. Hoppa. Oh, wat is hier? Ik had niet op moeten staan. Ah. Mm-hmm. Oh.
Heeft hij nou een Frans accent? Daar kom ik nu pas achter. Ja. Of Duits. Mhm. Wat is met een painting dan? Ja. Oh, juist. Hoe kiezen ze dan om dat te interpreteren? Want hij kan dan wel heel abstracte painting maken. Ja. En dat is art. Maar het loopt niet heel goed uit te leggen wat het is. Ja. So how does that work? That's the question. Een opvlieger. Nou, hier hebben we genoeg enemies nog. Kut. Oh, hallo. Verbeterd. Heeft een zak om zijn hoofd. Waarom heeft hij een zak? Oh, bruk. Hij viel bijna daarop. Oh. Damn. Goed gedaan. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Zo, helemaal gespreid. Een filmpje daar. Ja, daar kunnen we nu kijken. Ja, leuk. Ik ben even aan het kijken of we nog wat van die dingen kunnen openen, zoals daar eerder. Ja, misschien in de kamertjes. Ja, laten we in ieder geval hier kijken. Pumpu. Oh, dit is level 2. Ja. Oh, dus daar moet je ook weer laten. Oh, maar die 3 die vind je dan daar en dan moet je hier weer terug. Precies. Jezus. Maar dat is wel slim. Want mensen die er dan snel doorheen gaan... Precies, die moeten weer terug. Die kunnen... Nou, die hoeven niet terug. Maar die kunnen dan denken, ik wil daar weer kijken. Ja. Ja, precies. Daar is de lift. Ja. Ja, nou, ik denk dat eerst we hier... Eerst naar boven dan. Dat we gewoon weer terug naar boven moeten, inderdaad. Om die gun te pakken. Ja. Hier... Wow! Shit, dit zijn natuurlijk nog andere kamers. Hallo. Oh, Henky. Damn. Henky. Henky. Ik wilde net zeggen van, zijn we daar al geweest? Nee, we zijn nog niet in deze kamers geweest. Nee. Daar zijn we nu achter gekomen. Schrok daar echt van. Hebben ze hier ook van die water? Ja, daar in de... Daar. Oh ja. Altijd. Ja, ik schrok ook van die. Background report over Rudolph Lane. In 2010, Lane was inadvertently involved in AWE 35 while residing at the Colran Lake Lodge, where he lived under the care of Dr. Emil Hartman. En dat, dat kan je dus vinden in Alan Wake 1, de game uit 2010. Daar is een audiotape van over deze Lane, waar deze DLC over gaat. Lane was seriously injured during the AWE. He received medical care in Seattle for 2 months, during which time he was questioned and cleared by FBC staff. Je kon nog naar beneden komen. After the Cauldron Lake Lodge was seized and closed by the FBC, Lane moved to Watery, where he currently resides. Mm. Dus daar heeft hij gewoond. Yeah. Recent surveillance confirms he has no known personal relationship or affiliation with paranormal groups.
Omdat ze daar natuurlijk, dat wordt in Control 2 een heel dingetje. De freaking blast groepen en zo. Ja, ja. En dat zijn dus groepen die dingen doen met al die paranatuurlijke items. Ja. As requested, the observation team has confirmed that Lane continues to paint as of the date of this report. Nou, dat weten we, want genoeg verf hier. Klein beetje, Mario. Klein beetje verf. En zie je ook al die... Ja. Maar wel gelukkig op omgedraaid. Omgedraaid, ja. Oh. Daisy weer. Oh, nu zie ik dat de tekening van hem is daar. Ja. Andere kant. Ja. Daar is niemand meer. As you may know, a valued member of our team was recently reassigned off Project Arbutus. Carla Livingston's designs. Oh, dat is Livingston weer van Control. Ja. Yeah. Dat is ook een karakter in Control. Her designs and engineering expertise were a key part of the creation of the ATDs. Their contributions to the project cannot be overstated. The project team should rest assured that their reassignment was an error that should be corrected soon. Our project director, Dr. Diana Marmont, would like to remind all team members that any directives or assignments from Dr. Jules Marmont have no bearing on Arbiter staff and should be ignored. Ach, constant die freaking rivaliteit ja, tussen die twee. Mooie lashelm. Mooie bal. Geen loot. No loot and tooten. No looting to the air. Nou, dan gaan we weer met de lift. My team was on Subtle One. Yeah. I knew they were in danger. Ineens moet ik voor deze lift alleen maar subclearance 2 gebruiken. Nou, dan gaan we hier. Ja. Yeah. Gaan we weer terug. The Marmonts turned innocent people into tools. Maar nu is iedereen dood. Zou je net zien dat iedereen dood is door die freaking painter, die Slendermans. Actions have consequences. And I'm the consequences. Yep. They all died. Sub-level 1. Oh. Ew. Oh, dat is Jules. Jules. Oh, you fucking bastard. Dat was Jules. Is dat Jules? Ja. Yeah. Oh my god, dat is Jules die... Jules Marmont. Killed my team. He was taken by the shadow. I'm sorry, Jules. I should get that gun while I'm up here. Yeah. There's the open door right there. Yeah, maar ik ga je save hier. Yeah. Ik haat verf monsters. Ik haat verf dankzij dit. Ja. Yeah. Oké, nu zijn we hier. Hebben we hier nog ammo? Nee, maar we hebben ook geen ammo nodig, nee. Want we kunnen die gasten niet schieten. Klopt. Hebben we hem goed gezet, dat we er doorheen kunnen? Ja, volgens mij wel. That name is not very scientific. I mean, I came up with that. Shadow? Jij denkt dat we daar doorheen kunnen? Ja, volgens mij staat hij goed. Maar wat als hij elke keer reset? Denk het niet. Oké. Okay. Well, here we go. Nee, hij staat verkeerd. Anders kon ik toch hier het goed doorheen. Moest je dan via die... Oh ja. Ja, moest altijd via rechts dan. Dat dacht ik hoor. Denk je niet? Ik weet het niet meer. Oké, okay, nou ja, ik denk het wel. En anders dan moet ik weer terug. Ik ga wel even hier naartoe om te resetten. Volgens mij anders blijft hij staan, zeg maar. Oh ja. Het zijn er toch twee... Ik dacht dat ik hier gewoon langs kon als we, zeg maar... Eel. Oh, shit. Ja, je moet sowieso omheen. Dan zou ik eerst weer rechtdoor gaan. Ja. How do I get in the room with that gun? Nou, niet hier. Nee. Can't open it from the side. Ja, dan moet je... snel eromheen. Gewoon snel hier. Ja.
Maar dit is de goede, toch? Ja, klopt. Rustig aan, hoor. Hé, hey, rustig aan. Oh! Doe maar even dicht. Oh. Bruh. Ja, nou, dat dachten we ook met die wolven. Die kwamen ook gewoon binnen. Alright. Progress update 5. Got the firing mechanism working. It's throwing the test projectiles a good distance. Oh, dan gaan ze op een afstand. The fittings between the grenade launcher and custom components are a bit loose. No proper latte here, but at least it works. Now I need some actual black rock for the test. I know someone sub-level 5, but the acting inventory supervisor doesn't get access to that floor. Oh, moeten wij ook nog daar naartoe voor de Black Rock? Mm-hmm. Hier hebben we in ieder geval weer shit. Oeh. Gaan we weer. We hebben ook hier nog. Oh. Daar staat het. 02219. Oh ja, 0219. Ja, denk je? 02219. Ja, wat goed voor jou. Je ziet hem daar. Oh, je ziet hem daar gewoon. Nou, wat stom van mij. We hadden Pi Day. Ja, heb al gelezen. We hadden Sensitivity Reminder. Ook. Missing Black Rock. En nu staat hier Marmon naar Livingston. Hello Carla, I have decided to reassign you from Project Ramnus to Inventory Management. Your title will be changed from Senior Researcher to Acting Inventory Supervisor. You may find this change sudden, but I have no doubt someone with a nut allergy like yourself will prefer to work alone in the inventory booth. Aw, dat is zo zielig. Damn. Then out in the open, where any dangerous spies may be waiting to hurt you. Perhaps some hard work will keep you from making any more unfounded HR complaints. Oh, dus zij heeft een compleet aan HR gedaan. Want zij zegt, ja, notenallergie, Pi Day. Sensitive reminder. Ja, nut allergies are serious health issue. Making light of them is not appropriate. Want ja. En dan gaat Jules helemaal boos. En die zegt, nou, werk maar, ga maar in de kelder werken. Wat zie je? Dat is zo sad. Nou, where the gun at? Zo! Okay. This should get me down to sub-level 5. We kunnen ook weer even naar sub-level 2. Om die ene kamer te openen. Dat leek mij leuk. Hier kunnen we dan... Charge the Black Rock Launcher by holding down. Charge shot go farther and deal more damage on impact. Zal ik meteen proberen op hun? Ja. Of ga ik langslopen om voor... Je hebt 5 kogels, dus... Uh-oh. Ah! Dan is hij weg. Dan explodeert hij gewoon into tin paint. Ja, Black Rock moeten we dus op hun gebruiken. Kunnen we Jesse niet even... Oh nee, want de Oldest House, daar kan niemand contact mee. Nee. Dat is cool. Dat is heel cool. De lift is alleen de andere kant op. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Ja. Leuk. Nee, dat zuigt. Maar dan kom je wel weer. Waar is het? Oh shit, ik zit verkeerd. Oh, dat ding zit ervoor. Oh fuck, je kan alleen met de lift. Je kan alleen met de lift als je dat ding doet. Ja. Dat wisten we nog niet eens. Nee. Wat een toeval dan elke keer van ons. Echt, hè? Dus dat is wel de switch. Het is niet van één keer switch overhalen altijd goed. En dat zorgt er ook voor dat hij altijd reset wanneer je terugkomt waarschijnlijk. Je zal maar een glitch hebben dat hij in één keer binnenkomt. Oh. Waar die bellen? Net als die verrekte wolf.
Daar ben ik nog steeds getraumatiseerd door. Door die wolf. Hoe kom ik daar? Daar hier omheen. Dat is zo vies geluid. Ja. Oh! Ik liep er toch maar langs, want ik dacht zonde anders. Ja. Zullen we eerst naar 2 gaan voor dat ene kamertje? Of denk je dat het weer meteen helemaal vol zit met mensen hier? The shadow had changed Jules Mormont into a hostile, paranormal entity. Het is niet heel ver, namelijk. Nee. No arrest, het is gewoon hier no meteen rechtsaf. I could put him down like the monster. Wat een gun. Ja, yeah, zo. So. Unit. Sublevel 2. Hoor ik. Oh. De muur. De muur. Lees je de YouTube-chat? Ja hoor. En nu kunnen we ook hier kijken. Er zit wel paint op de muur. Ik zie het. Maar wel filmpje. Paint en een film. Oeh, veel paint. Oh, veel gast hier. Dat is zo creepy. Het is Dr. Darlin, of niet? Nee, Jules. Lane was in bed in his cell this morning. Oh. It's a tragedy. Ik ben helemaal niet fijn in deze kamer. Nee. But when a door is closed, a window is opened. I believe that's the saying. Nee. Lane may be gone, but he left us with a goodbye present. A final piece of art. Zijn muur, denk ik. This piece is different. It's raw emotion, pure truth. He put everything he had into this one. Literally. Every reading we take is off the charts. This is what we have been waiting for. It is the key. I will achieve what no one has before me. Not darling, that arrogant shit. Pas op, hè? Not my selfish, happy other wife. So, we have a painter and a painting that can talk. Clearly connected. But Lane was dead before any of this even happened. Hmm. I never knew you did any of it. Finally see me for the genius I am. What the fuck? There's a deur. Maar er is een man. Ja, ik durf niet zo langs die gasten altijd. Maar ik moet het wel doen. Ja. Parasiet, zei je vroeger, Spooky. Oh my god. Ik keek vroeger altijd je Call of Duty video's. Komt hij binnen? Wow. Well, that's scary. Love Black Rock. Status of Project Arbutus van Dr. Jules. As head of research of the lake house, it is important that I am informed of all proceedings at this facility. Since the other Dr. Mormont is failing to provide me with details about her team's progress, I ask that you all seek information from members of her team. Anyone who comes to me with details on Project Arbutus' current progress will be rewarded. Regards, Joe Mormont. Dat is dus waar ze het over hadden. Van dat ze moesten bespieden. Zijn vrouw moesten bespieden. Yup. Okay.
Dat was het. En dan een extra jumpscare. En die kan er nog uitkomen als we weglopen. Hadden wij in die sector 3 met die typewriters wat kamers waar we nog niet in konden? Volgens mij wel. Ja, daar wil ik dan ook nog even doorheen. Ja, volgens mij wel. Bye, bitch. Bye. Altijd even voor zeker, buddy. Oké. Überhaupt gewoon goed uitkijken naar rode lampjes. Boven de deuren. Ja, nou, ik denk dat we hier er wel doorheen zijn. Ja. Dit hebben we ook gelezen. Ja. Toch? Ja. Ja. The highest reading in Calderon Lake. Ja. Had Hansi Kroes gezegd. Oh, zit u ook wel. Wat, kan je ook ammo krijgen voor dit ding? Nee. Nee, dan moet je naar beneden halen. Dan moeten we echt beneden halen. Nou, maar blij dat ik niet constant heb geschoten dan boven. Echt zo. Nou, ik denk dat we weer terug kunnen. Of, oh, hier is de lift dan nu niet. Dan is die lift nu weer ergens anders. Aan de overkant. Ja, of hier links, volgens mij. Dat is zo raar hoe dit werkt. Echt, hè? Je keek van boven of van buiten. Kijk, daar is hij. Oh, ja. Dan kijken we van bovenaf, zien we gewoon een lake lodge house. Ja, en dan van de palen weer allemaal nonsens. Zullen we dan nog even kijken bij 3? Ja. En dan gaan we weer verder. Ja, maar we hebben meer 4 ook nog nooit gehad. Nee, daar moeten we nu naartoe. Echt? Ik dacht meer 5, ja. Sublevel 5. Nee, maar dat is dus al de hele tijd is dat de missie, zeg maar. Oh, dus jij zegt we gaan gewoon naar 4 hierna. Ja. Naar de Research Archives. Ja. Ga niet ineens naar 5. Oké. Maar... Oh god. Doorum. Dat was raar. Ja. Maar daar hebben we dus wel een andere ding voor nodig, volgens mij. Een clearance 4. Oh my god, zie je hoeveel? Oh. Zij doet niet nieuwe dingen. Nee, dit is de eerste weer. Dit is de eerste. Flooded. Maar gaan we dan niet per ongeluk weer door alles heen hier dan? Nee. Toch? Ik hoop het. Nee, want je hebt hier bijvoorbeeld die deur links waar we nog heen moeten. Daar hebben we dus een aantal waar we niet in konden en daar. Dus het leek me leuk om die even te checken. Water dripped from the ceiling as Diana stared at the folders stacked on her workstation. Each one was a branch of research. Drip. Some were thin, some thick. Kan je zien, Bartje? They represented years of her life, her work, dissecting the act of creation and examining the bloody pieces, bringing in live subjects had been her. Denk dat dit nog moet gebeuren? Ja. Drip. Bureau leadership denied their request. But after HQ went into lockdown, she took advantage of the chaos and got her artists. Nee, zo wel awkward. Jules had whined about the optics. Diana ignored him. Now in her office below the waterline of Calderon Lake, she considered how to proceed. Jules was convinced the page they had found would come true. It promised disaster. A situation out of control. Impossible. Diana was always in control. Drip. Drip. She needed answers. Daar heeft Matthew Poretta weer zoveel plezier in. Yeah, I love it. To control. 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 Take. Control. Oké, Manu heeft gepakt. Ja, verder niks. Alleen een dikke podcast zetten. Ja, zo, met een overhead. Met overhead arm aan beide kanten. Dus die hebben bij de podcast. Ja, gezellig. Ja, we willen dan daar naartoe volgens mij. Want die was groen, maar die niet. Zijn we nou dat niet meer aan het writen? Dat was... Oh, wel. De power, toch? De power? Daarachter. Was er een kamer? Oh ja, klopt. Dat was power daar. Oh ja, ja, ja. Precies. Misschien dat we niet eens meer door kunnen. Dat je gewoon nu alleen terug kan. Ja, dat denk ik wel.
Gaan we weer een filmpje kijken? Daar lijkt het dan. Het is een klein kamertje. Ja? Ach, nu is zij. Jules' team has found new pages written by Wake. He must have gotten Rudolph Lane painting again. His bullshit pedestrian methodology cannot produce results before mine. I have to go faster, no matter the cost. Leuk man, zo'n vrouw-man-partnerrelatie. Maar zo zitten wij het ook over. The more the machines can produce, the closer we can calibrate them to Wake's style. Ja, dat ging al heel goed. Calibration takes a lot of work. Material and production is slow. No. We're changing directions. The hypothesis remains unchanged. Imitating Wake's writing style will allow us to generate art capable of linking with the threshold. Our live subject should match Wake's style much faster. Ja, denk je? Dat Ed dat kan? Ed en Eddie. Damn. Zij veranderde ineens heel raar, vond ik. Ja. To use art with the power, the shadow, we must first define art. Define an artist. A drug-using bum. Is dat een artiest? Often wears a turtleneck and drinks red wine. Ja. Left-wing political views? Thomas Zane. Turtleneck en drinkt rode wijn. Danger. If left-wing politics made real by the shadow, any right-wing artist, not for abstract art or poems. Ja. Links en rechts ineens politiek erin. Ja. Thesis. Does a critic define what is art? Where do we find critics? Kidnap, lure in critics, or the audience? Are we the audience? Must we like the art? What is the role of an artist? Who is an artist? If you believe you are an artist, are you one? Do you need to be good? Does quality matter? Ja, echt zo. Wie bepaalt nou echt of van, iemand dat is een goede artiest. Kunstenaar is? Dat is echt een artiest, man. Ja. Wat een... Wie heeft bepaald dat... Ben ik een artiest? Ja. Maar dat vind jij. Maar ja. hoe bepaal je dat? Maar wie heeft besloten dat Vincent van Gogh... Oké, dat was hij niet voordat hij doodging. Ja, dat werkt hij door zijn dood. Maar Rembrandt. Rembrandt van Rijn. Ja, wie beslist dat nou? Ja, wie beslist dat hij een fantastische kunstenaar is? I don't know. Wat ik wel weet, is dat we hier inderdaad helemaal doorheen zijn... en dat er nu gewoon een boekenkast is geworden. Oh, nice. En dat we nu gewoon terug kunnen gaan, want we hebben alle bits en pieces. Bitches en pieces. En dat vond ik een leuk extraatje. En dan zul je zien dat als we nu teruglopen dat we keihard worden belaagd. Nee. Maar dan loop ik gewoon erdoor hoor. Ja, dan hoor. Probeer ik gewoon zo snel mogelijk door te rennen. Ah! Ik mag niet doorlopen. Holy shit. Nou, we zijn meteen bijna half dood. Oh my god. Help, 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 help! Redden! Redden! Phew. Ik had nog maar één kogel daar. Oh, ik schrok. Nee, drie. We schrokken. Ja, ik schrok nu echt. Ja, dat schrok ik. Ik schrok niet van jou. Nee, dit was echt... Dit was echt schrikken. Dit was echt zo'n wolfscare. Ja, dit was een wolfscare. Min 4? Min 4. Ja, we schrokken ons dood. Waar is die ding? Die knop. Snap. Oh, daar ben je al veel te laat, lief. Ja, weet ik. Maar ik wil ook gewoon even de voor hebben. De voor? Nee, de voor. Oh, voor later. Streamcontrol. Oh, want je controlt de stream. Daarmee. Holy shit. Nou, de volgende. Zonder drinken, zonder dat. Oh, ik mag alleen drinken. Oeh. Daisy weer. Nee. Wat? Wat doe jij hier? Dat is Ingrid. Oh, is dat jouw kraker, je rugkraker? Mijn visio. Ja. Die zit even te koekeloeren. Sorry voor mijn houding, ik zal erop letten. Ga maar weer praten. Ik ga praten met een schilderij. The
Marmonts were holding a painter here. Rudolph Lane. Does that ring a bell? The shape of a man! I think you are Rudolph Lane. Or were. Denk ik wel, ja. Hele goede avond, Juicy Stefan. A self-portrait! Make them see! Look, I might be able to help you. But I need information, cooperation. No push! Just himself. Oh god. Meer! Gaan we de lift in? Ja. Wat is hier dan? Helemaal niks. Helemaal dus niks gewoon... meer. Je gaat ook meteen rechtop zitten, zegt ze. Ja, ik moet op mijn houding letten, toch? Both murderer en victim. Oh ja, hij was murderer en victim. Dat zei hij al. Ja. Was het Scarlet? Damn, dat is wel cool hoor, dat je verandert in verf. Too vivid to be maroon. Names don't matter, he decided. Color was pure. Inspiring. For the first time in years, he wanted to paint. Oh, een zelfportret. To say goodbye. No. To make them remember. To make them see what they did. He slapped his hands against the wall to steady himself. He began from there. No brush. Oh. Just himself. The strokes were crude. Eee. Violent. The pain, misery, and hate he'd endured there. The fire in his eyes and hands and bones all spread into the shape. Eel. Of a man. It was quick. Natural. Hij was zelf de brush. Like yeah. A heart attack. Kabang! He slumped down to the floor, smiling at the anger he left smeared across the wall. Sick. Zijn bloed. Dat is wel echt sick. Ja, wel goed dat ze dat niet visualiseren, zeg maar. Ja, dat dat voor je hoofd is. Ja, jij wou dat wel zien hoe iemand zo dan... Nou, en dan met die grote... Pana, ja. En dan, poch, ja. Ja. En dan, ik denk dat we ik zou zeggen het eindresultaat nog wel te zien krijgen. Maar dat hebben we natuurlijk al. Nou ja, we gaan er nu naartoe. Laatste. Ja, maar dat schilderij waar wij tegen praten, dat zou toch wel, zeg maar, al het schilderij... Dat is hij. Dat is zijn zelfportret. Ja. Maar we gaan naar de laatste vloer, dus we zullen zien. Echt een goede game is dit. Ja, lieverd, we moeten tegen Jules vechten, denk ik. Oh... Ja, maar eerst moeten we Rock. Alan Wake 2 is mijn Game of the Year van 2023, UC Stefan. En het is echt... überhaupt het hele universum van Remedy. Alle games. Control, Alan Wake 1 en alles connecten met elkaar. Helemaal deze DLC. Als je Control hebt gespeeld, is het alleen maar meer immersive. Oh. Omdat dit echt heel erg... Dit is FBC. Dus dit is organisatie van Control. Dit is letterlijk gewoon Control. Ja. In Alan Wake. Je speelt een FBC agent. Dus je speelt iemand die werkt onder Jesse. Ja, dat is gewoon Control. Maar ze zijn wel bezig met een Altered World event rondom de plek waar Alan Wake uitkomt. Dus ja, het is allemaal zo crazy. Nou. Sublevel, dat is een shifting geometry bullshit is daar. Ja, dat is... Oh god, dus het is moeilijk om naar Marmont's office te gaan, denk ik zo. Nee, maar dit is min 4. Ja, dit is... Maar we moeten nog naar min 5. Oh nee, min 5 is op min 4? Ja, blijkbaar. Dus als je op min 5 drukt, komen we op min 4. Maar op min 4 kwamen we in die gang. Want we zijn nu naar... Hier staat threshold experimentation, maar ik heb toch echt op min 5 gedrukt? Grappig, hè? I can't met de Olders House. Tenminste, shit. Dat denk ik dat ik op min 5 heb gedrukt. Maar nee, je vroeg toch aan mij min 4? Oh ja, toen kwamen we weer in die hal. En toen drukte hij weer op min 4 en toen kwamen we hier? Ik weet het dus niet of ik nu weer op min 4. Ik dacht nu min 5. In mijn hoofdberekening was, dan ga ik nu naar min 5, want dit was min 4. Dus ik heb op de laatste gedrukt voor mijn gevoel. Oh joh, die stoel. Maar dat min 5 dus niet werkt, weet je wel? Dat je altijd... Wow. Ik denk dat ik op min 5 had gedrukt. Oké. Okay. En dat we dus hier gewoon komen. Ja. Want er is ook geen min 5 op de kaart überhaupt hier, weet je wel? Dus nee, dat maar dan er min 5. Zo net wel op dat ding min 5 nog. Ja, dat weet ik. Er staat ook min 5 op de lift, maar niet op de kaart. Nee, dat is het belangrijkste. Ja, dat mag wel in de wereld zo staan.
Wait here. We moeten hier wachten. Nee, dat doen we dan. Dit wordt heel spannend. Ja, ik ben hier niet klaar voor. Dit geeft mij weer van die Hartman-vibes. Ja, dit ziet eruit als zo'n grote eindbaasplek, ja, zeg maar. Ja, je gaat hier tegen Jules vechten. En Diana misschien wel. Ik denk ook dat dit de bossfight is. Maar je moet eerst nog Black Rock vinden. Nee, maar daar hebben we niet zoveel van. Nee, maar dat is op deze vloer. Ja. Ja, zie je? Dit is instantly a safe place. Dit is the ending. Dit moet de ending zijn. In the end, it doesn't even matter. We krijgen echt geen extra ammo voor dit. Nee, maar waarom wordt er dan elke keer gezegd van... Oh ja, er is Black Rock op de op min 4 verdieping. Geen idee. Ik weet alleen wat we... Kun je nog hulp vragen? Net als in... What the fuck? Huh? Er zit een deur achter een deur. Ja. Dat is een foutje, denk ik, van de developers gewoon. Of het is de nieuwe experimentation. Maar er zat een deur achter een deur, waardoor ik de loot erin niet kan zien. Omdat er nog een tweede deur achter zit. Nou, laten we er maar vanuit gaan dat er geen loot in zit. Maar in Control hadden wij ons hulpje die elke keer... bij Hartman. Hoe heette die ook weer? Jack of zo? Come on. Uh-oh. Dit is zo oldest house. What the fuck? Oeh, Black Rock. Nee, ammo. Is gewoon ammo. Black Rock. Alles is Black Rock. Alles is Black Rock. What even happened? Kijk dan. Cult of the Deer Tree worked. Ja, waarom zijn... Cult of the Tree lieverd. Emma. Ik probeer maar shit. Oh, ik ben hier... Oh, dat was het. Black Rock? Ah, what it is. Ja, dus je pakt gewoon ammo op. Zoals al het andere. Oké. Okay. Ik ben hier zo niet klaar voor. Hier ligt een rot. Dat is een steen. Ja, oh my god, cauldron steen. Sorry? Sorry? Ik wil niet. Zullen we terug? Ja, graag. Sluit maar af en dan hoeven we er nooit meer naar te kijken. Oh nee, niet paint man. What the fuck? We gaan een jumpscare nog krijgen. Wat is dat? Dartpa. 1, 2. Hoe die benen van hem nog extra gaan. Not a fan of the... Oh nee, niet nog één. Oh, another one. Ah, oh, two other... Ja, die komt eruit, denk ik. Hij begint te zweten. Ga ik hier rennen? Oh. Ja. Kan een jumpscare zijn. Oh god, het zijn er zoveel. Oh my god, het zijn er echt heel veel. Hoe? Wat? Waar? Waar moet ik naartoe? Weet niet. Oh god. Daar is er één. Daar moet je heen, denk ik. Diana zat in haar office. We gaan lezen. Deathlight kept the darkness around her at bay. The silence of the archive suited her. She scowled at a series of graphs when the room turned red. Alarms blared. Breach detected. Then the walls of the archive. Oh, toen begon die muren zo. In the bones of the facility. One by one, the red lights went dark as a wave of nothing poured in from all sides. Ew. Diana stood, but there was nowhere to run. The sheer depth of the darkness terrified her. She realized they had done this. Her and Jules. Their ambition. Yeah. Their hatred. Altijd, hè? Her desk lamp flickered. In the dat je daarna erachter komt van... I've done this. She thought of Jules' smile. Ja, maar zo hadden we het eerder. Zo hadden we het met Trench. Met Hartman. Oh, ja. Iedereen die zo gefixeerd was daarop, die verpest het. Ik hoor darkness. Oh, dat was Jules. Jules.
Sorry? Dan zijn we hier weer. Ja, je bent... Kan ik hier ook mee? Dat kan. Ik wou gewoon even testen, sorry voor de ammo speel. Damn. Oh, hallo. Oh. Hallo? Word ik straks ook nog gepakt door een van die... Oh! Die zijn zo snel! Huh? Some ritual murder. Hallo. Doe dan. Hij rent weg. Zijn. Hey, paint man. I see a red door. And I want to paint it black. Ik ben bang voor de paint man. Snap ik. De paint man zijn ook wel heel creepy. Pep. Maar je kan niet zoveel doen, zeg maar. Nee. Deze weer een. Was dat weer power? Ja. Oh ja. Het is wel schaarst. Maar dat is logisch. Schaars? Waar moeten we heen? Ja, ik denk dat we hier door moeten. Ik ben hier nog niet geweest. Oh nee. Daar zit er geen. Maar daar wel. Oh, heel veel weer. Dan moet je weer rennen, denk ik. Waar? Geen. Oh. Oh, je bent er bijna. This is doodloping. Oh shit, ik druk helemaal de verkeerde knop. Dan ga ik ook nog eens bijna dood. Uh-oh. Fucking hell. Oeh. We hebben health. Beetje. Hoe kom ik hier doorheen? That's scary, man. Fucking fucksels. Waar moeten we dan langs, denk je? Daar? Ja, ik denk dat je er omheen moet dan alsnog. Ja, die kant op. Wat die denk kant. Je? Weer terug? Ja, daar komen we natuurlijk wel. Nee, ik heb je de verkeerde kant op gestuurd. Loopt ook dood, hè? Ja, daarom. Waarom loopt die ook dood? Omdat het shapeshifting is. Het verandert. Dus dan moeten we nu wel hierheen? Ja, denk ik wel. Wow. Het is inderdaad shapeshifting. Het is dus zo'n Harry Potter doolhof. Daar zijn ja, we. Maar... Ja, precies. Fucking hell. Er komt geen vast lood. Nog iets. De hoek komt nog niet. Helemaal zwart. Doe eens normaal. We zijn er. Heeft hij dikke diarree of zo, die meneer? Ik hou het wel even bij de shotgun. Nou. Muziek. Ja, ik hoor het. Nice. Progress in the lake house directive to understand and suppress the color lake treasure. Knijp maar even. Ja, oh lekker. Hij is een proef dit jaar. Ja, lekker. Research in the areas of threshold energy detection and measurement have made great strides. See report WE113 through WE139. Allowing us to work with the investigation department in the construction of an early warning system near the shore of Cauldron Lake. Oh, rustig. This fucking maze, we zijn eruit. Ja, we zijn er al uit. Exploring the relationship between the shadow and sources of light continues to be difficult without active threshold manifestations to test against. Additional means of containment and offensive measures against the shadow have similarly been difficult to develop without an active AWE through theoretical research continues. Although theoretical research continues. Research into threshold suppression techniques is ongoing, with no clear determination regarding their viability. Possible
At this time, the team has been testing counter-frequency projection in the vicinity of Cauldron Lake per mandate V29 het Hedron, misschien? With all findings being sent to Dr. Darling as requested. Ja, Hedron. Hedron. In summary, 2017 has been a successful year with further promising breakthroughs predicted for 2018. Oh, dat is een lange tijd geleden. Dat was 2018, 2017, dus inderdaad wat meer controle. Before Dr. Darling was lost in the lockdown of the oldest house. Oh, dus ze weten het wel. Yeah. En het was in 2019, 2020 inderdaad. He tasked the lake house with discovering the nature of the shadow and its ability to convert art into reality. During our diligent research into this phenomena, it has become clear that Darling was not dreaming big enough, which leads us to the new goal of the lake house and its talented staff, to create a stable connection between the Cauldron Lake threshold and our own dimension. Threshold traversal has only ever been possible inside the oldest house and occasionally during altered world events, though this is often an involuntary process. The Shadow's known attraction to art provides us the perfect opportunity to create the world's first controlled bridge between dimensions that can be safely traversed in either direction. A laboratory will be built on sublevel 5 where experimentation related to linking with the threshold will be performed. This location will take full advantage of our proximity to Cauldron Lake. In this laboratory, we will simultaneously develop machinery that can connect with the AWE site in the lake and use art as the focal point to create a bridge. Precise methods are yet to be determined, though teams will soon be formed to explore processes involving art as a dimensional anchor, reality manipulation via art, and machine-assisted coupling. Signed, Jules and Diana Marmont. Damn. Wie weet gaan we dan toch nog naar 5. Ja. Even kijken of hier nog wat ligt. Nee. Nou, ik hoor wel leuke muziek. Ja. Wat hoorden wij? Ja, zie, ja. Sublevel 5. Po! Dat is Po weer. Dat is Po! Ja, die heeft zoveel van die liedjes aan het einde van een chapter. On the morning of Redacted, the musician held at the lake house for research purposes was discovered missing from her cell. Is dat... Bedoelen ze daarmee Po? Security footage of the cell from the night before was damaged by electrical interference of an undetermined nature. Redacted, known professionally as Redacted, has produced a song called Six Deep Breaths during her time at the lake house. Oh, maar dit is dan unreleased muziek van haar. Ja. Want zij is best wel populair blijkbaar. Zij is niet echt? Een kleine artieste, Po. Zij was heel populair in de jaren 90 en zo. Oh. Zij was een echt grote artieste in de wereld. Had produced a song called Six Deep Breaths. En die hoor je nu dus, Six Deep Breaths. During her time at the lake house, that was considered very promising as research material by Dr. Marmont and Dr. Marmont, Redacted somehow used her song to orchestrate her escape. Ze kon ontsnappen via haar nummer, via haar liedje. Efforts to find Redacted were brief, with any wider search considered an unacceptable risk to the lake house's mandate of confidentiality. Dat is leuk. Dat is echt wel heel leuk gedaan in de wereld, inderdaad. An investigation is currently ongoing as to whether any staff at the lake house were involved in the disappearance of Po. An investigation is currently ongoing as to whether the subject used the song they created as a Redacted means of escape. All material related to and work produced by Po will be stored in the archive for further reference. And online checks for the public reappearance of Po are to be performed weekly. Known web addresses associated with Redacted in the past. Oh, known addresses with para-utilitarian AWE activity. Redacted, this house of dreams. Blogspot.com. Dat is die in-universe blog, toch? Dat is die in-universe blog die in Alan Wake 1 kwam. Oh my god. En ook SirenSociety.io. Dus dat is weer een nieuwe. Ja. En ook Blast Redacted. Dus je weet nog niet de website van de Blast Group. Oh my god. Voor die up-to-date full list, refer to Redacted. Oh, dan zijn er mensen die mogelijk meer vinden op het internet nog. Nog wat extra info. SirenSociety.io. Ja, hoi joh. Maar die House of Dreams, daar hebben we al zo vaak, zelfs in Alan Wake 1 al naar gekeken. Van via Silence of die House of Dreams weten we dit en dit en dit. Nou ja, het wordt gewoon officieel benaderd. Dit is door Dr. Diana Marmont geplaatst, The Definition of Art.
To truly comprehend the threshold within Cauldron Lake, we must first understand its attraction to art. However, even the definition of art is as varied as the range of crafts that fall under the name. To that end, we must open a track of research dedicated to defining and quantifying art, ultimately rendering the concept into a unit of measurement. To begin, let's not try to understand humanity's definition of art, but rather Cauldron Lake's preferences. Past cases of Cauldron Lake's threshold affecting reality have centered on writing, Wake 2010. Cinematography is also suspected, though not directly confirmed, Zane in 1970. What about other mediums? We will need to test the viability of painting, poetry, music, photography, sculpting, dance, and so on. Not to mention the myriad of genres or methods within each medium. And what about crafts outside of the most common artistic expressions? Does any act of creation on a high level of expertise merit the title of art, baking, woodworking, etc.? What about non-physical mediums? Why is music an art and philosophy is not? Yeah. Does something become art due to its medium, its quality, or perhaps simply through the intent of expression? Or an equation made up of all three? What would be the order of importance? What thresholds must each factor reach for the equation to succeed? Clearly, there is much to determine. We must begin with developing a methodology using a vast range of arts and general creative endeavors, both physical and mental. Then find a way to test their potential connection to Cauldron Lake's threshold. Cauldron Lake is an enigma, with many layers to pull away if we are to understand it and ultimately bring it under control. The work will take years. Dankjewel. Gezondheid. Wat een leuk nummer trouwens. Ja. Ik luisterde even naar dat begin. Ja, ik ga er wel goed op. Ja, dit is haar desk. Dankjewel voor de bless you. Blessed. Oh. Oh, blessed. Pas op, hè. Oeh, map updated. Mamon's ambitions had finally been realized. Jules had dangled the painting like a lure and hooked an ocean. Their machines couldn't hold it. A fault in the system. The water rushed in, filled it until it was ready to burst. All their successes and failures had led them here. The work had made them into monsters. But the lake house was still theirs. It always would be. They could feel an outsider trespassing in their labs. I know you're here, they called out to the dark. They hunted floor by floor. They wouldn't let the intruders stop their progress. This was their home. Their beloved tomb beneath the waves. Damn. Oh, cool. Nou. 6, 8, 5, 2, 8, 9. 9, 8, toch? Ja. Ja. Ik wil dat nog wel eens. Hard work. We hebben ze allemaal unlocked. Van de hele DLC hebben we alle computers unlocked. Goed zo. Damn, no official complaint 2 days ago. Deze gaan we wel maar van boven naar onder, want ik zie ook 5 jaar geleden en zo. Oh, letter from darling. Ja, dat zag ik ook. Dit is weer P. Greenberg naar J. Watterson. Hello, Dr. Marmont. I received your formal complaint about Jules' behavior. Your claim he is maliciously keeping research material away from your team, but he says they are simply being misplaced. I understand you are frustrated, but I recommend giving his team a week or so to find the page and return them to your team. If this issue persists at that point, then let's discuss your desire to escalate this issue. Does that sound agreeable? Sincerely, Harry Kingston, Facility Administrator. 6 maanden geleden, Marmont, Diana naar Jules. You can't forbid anything. You are not going to ik keep me from... Ik denk dat je bij deze alsnog even bij de derde moet beginnen. Jeff, wil je dat doen? Want gewoon zij reageert wel eens erop, zeg maar. Dat is heel irritant. Oh, oké. Okay. Zeg maar dat zij reageert, omdat het is wel geschreven om het achterste voren, zeg maar, in de timeline. Nee, ik heb het nu al gedaan wat jij zegt. Ik luister naar jou. Dat hoeft niet. Ja, ik luister altijd naar jou. Goed zo. Diana, considering the details on the new page we have found, I believe we need to abandon the research into Alan Wake's writing. We must not endanger our staff. Oh. Damn. Dus Jules die zei basically van dit is te gevaarlijk. Ja. Don't pretend like you are worried about them, Jules. You're just looking out for your own ass. The fact that the pages are detailing future events means they are
the correct method. We have to learn how to harness their power and dictate events to meet our goals. Not wakes, whatever those may be. The ATD's are producing better and better results. We just need to keep doing the work. Nou, ik vond dat ze nog niet eens in de buurt waren. Nee. Dus sorry, Diana. No, Diana, I'm looking at the page right now. Constant imbalance, out of control, a crack in the lake house. If we continue with this research, we will lose our facility. Perhaps more than that. What is the point in succeeding if we are dead? I am a head of research here, and I forbid you from proceeding. Damn. You can't forbid anything. You are not going to keep me from the most important work of my life. If you're too much of a coward to keep pushing ahead, then I'll finish what we set out to do here alone. We have plenty of ongoing lines of research. I suggest you pick one and leave Wake's writing to me. You always needed me more than I needed you. I see. Nou, dan gaan we ook de letter van Darling. Marmont aan Diana zegt, Diana, I just received a letter from Darling. Oh, het is niet een letter van Darling zelf. Nee. I just received a letter from Darling about a request you made to bring in live subjects. What were you thinking? Do you know how that looks? Nou, ze heeft het gedaan ook. Hij zit er nog steeds. Ja. What did he say? Was it approved? Helemaal zo van. No, he refused. Oh. Oh. Dus hij heeft daar geen goedkeuring voor gegeven. You know protocol does not allow this sort of thing. And he says he will be making a trip to the lake house to check in on us soon. Like we are children. This is a very bad for our reputation, Diana. Please, if you have an idea like this, come to me first. Verse 18. Damn. Okay. Wat een pil heeft die guy. Ja. Of die vrouw. Dit is Diana natuurlijk. Ja, ze is Diana. Oh, de dirty Diana. Oh. September 13th, 2023. Notes regarding the concept of the tortured artist. A romanticized image of the sensitive artistic temperament. Dat is vrij recent. Ja. Dat is basically eergisteren dan, zeg maar. Ja, precies. Of gist. Die lyrics te doen, hè? Ja. Zij gelooft er zo erg in. Ja. Oh. Denk je dat zij de mad scientist is uiteindelijk? Ja, waarschijnlijk wel. Die Jules gewoon zo ver heeft gekregen dat hij dood is nu. Oh. Ja. Want ze is bang dat Booker ook lijp wordt. Waar moeten we naartoe? We moeten naar nummer 5. Is dat hier? Ja, dit is wel het vervolg volgens mij. Leuk met die echo van de muziek. Ligt hier nog wat? Nee. Ziet er niet echt uit alsof hier wat... Oh, maar hier kunnen we niet door. Zie je dat? Of wel? Nee, dat wordt je gewoon teruggebracht. Oh, dan moeten we wel de andere kant op. Ja, gewoon weer naar de lift moet je. Ja, maar de lift is er nu gewoon daar dan of zo. Lift is dat de lift? Ja. Damn, dan is die hele plek veranderd. Ja. Weird. Game saved. Okay. Althans, ik denk dat dat de lift is die zit. Dit hebben we gedaan, hè? Ja, ja. Dat hebben we gedaan. Ja, ik dacht misschien is dat gewoon die plek. Die liggen weer dood. Ja, dat is heel anders ineens. Oh nee. Nee. We kunnen gewoon in één keer weer terug. Nou ja. Dan denk ik dat we nu naar 5 kunnen. Maar ik drukte vrij zeker op 5 weer.
Maar dan hebben ze ons automatisch naar 4 gezet, omdat je dit moet doen, denk ik. En hier kreeg ik pas de map update. Ja, precies. Maar hier is geen lift. Gotta find that elevator. Moeten we die elevator vinden? Bruh. We moeten weten... Oh, daar is blijkbaar een flashbang. We moeten dus de elevator nu vinden waar die is, in die kamer. Die is weer footsie. Wat een gouden hoer. Wat een rare wereld. Maar waar is die elevator dan, lieverd? Ja, in een grote hal, denk ik. We moeten ergens het lampje vinden van de elevator. Ja. Daar is een flashbang. Wat was dat? Geen idee. Oh, ik ben alweer voorbij de flashbang. Ligt die dan hier gewoon ergens? Ja. Yeah. Hier? Zo, exact. Iets dieper. Hier. Nee. Ik heb geen idee waar die ligt. Nu voor mij. Dan wel hierin. Onder. Geen idee. Geen idee waar die een flashbang ziet. Die zegt basically hier is een flashbang. Ergens. Ja. Hierin. Nee. Nee. Daarop ook niet. Dat is letterlijk hier. Nee. Dat is op dit ding. Zie je? Ja. Nou, fuck dat. Ja. We moeten gewoon op zoek naar een lift. De lift. Oh, wacht even. We moeten dingen shiften. Oh! Jules! Fucking hell. Laatste reactie, Estevez. Wat doen we nu? Er doorheen, want de lift is daar aan de overkant. Oh, ja. All those years, he steals credit from my ideas and my work. Heel gek. And now he's scared of being plagiarized? Oh, that is really fucking rich, Jules. Oh, and he's reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Suddenly, the exact pages that I need to reference have just vanished. He is actively impeding critical bureau research. I mean, if he can do that, then what is stopping me from going down to that lab? And I don't know, just inverting the amplifiers or misaligning the receivers or both. It's the same thing in principle. Damn. He booked the lab. Some big experiment tomorrow. This doesn't look like Lane's style. I can't find the details. Nee, dit is niet de stijl van Lane. Nee. Wel mooi. Ja. Yeah. Pretty. All those years he steals credit from my ideas and my work. Hebben we dit dan al gelezen? Oh, Floor, we hebben alles gelezen. Oh, that is really fucking rich. Dan hebben we alles opgepakt. Oh, en yeah. Is reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Jules heeft langer haar. Suddenly, oh, yeah. The exact pages that I need to reference. I couldn't stop thinking about this new direction for the Lakers after I got back to New York. I hope everything to researching threshold redacted, I mean, reality manipulation effect wasn't too much of a shock for you. It seems like your work on containment was stalling, so I decided you all could use a fresh start. Here's something to get you started. Some drawings made by a certain principle. Mm. Utilitarian. Yeah. A while back. Test for any reaction you may trigger with the shadow. Still don't like how unscientific that name is. You can designate the artist as P6 in your records. That bastard is hiding them. And we know
who P6 is. Dat is Dylan Faden. Dat is Dylan in zichzelf. Jesse was 5, toch? Ja. En P6. Hij was P6. Damn, dat is Dylan. En Dr. Darling heeft dit geschreven. Ja. Dus Darling, of... tekening opgestuurd. Ja. So what does his? De rode lijn en hier zo. Moet je kijken waar die staat. Ja. En deze is ook Dylan. The history. Damn, Dylan. Oh, wait. The fuck? Oh, god. Een switchcord? Dat kennen wij. Maar er lag nog een tekening onder daar. Waar? Daar. Oh ja, Dat is... He booked the lab. Yes. Vallende Jesse of zo, lijkt het wel. Nee, dat is gewoon zo'n his. Oké. Nou, doe maar, 3 keer. All those years, he steals credit for my ideas and my work. If you find one, he's scared of being plagiarized. Oh, wat leuk dat dat gezegd wordt. Altijd hetzelfde, hè? En waar komen we dan? We komen in de Ocean View Motel. Ja, dat is altijd natuurlijk, hè? What the fuck? We krijgen ook gewoon de Ocean View Motel. Moeten we weer 3 keer de light switch? Nou, als je Control hebt gespeeld en Alan Wake natuurlijk... Oh. Oké, je moet wel vooruit. Ja, als je Alan Wake en Control hebt gespeeld, dan weet je het principe van de Ocean View Motel en wat alle deuren betekenen qua wanneer er een ding maar op zit. Maar wat nu als er nu een deur is die met een teken, welk teken staat erop? Oh! Wat? Misschien is dat wel voor de painter. Deze kennen wij, dit ding. Wel? Ja, dat kennen wij. Dat is met die streep eruit. Die hebben we al eens eerder gezien. En je zou kunnen weten wat die deur is. Ik ben het helemaal kwijt. Is dat die blast? Ja, dat gevoel had ik ook eigenlijk bijna. Maar I don't know. What the fuck? Oldest House. Ja, ineens zitten we in de Oldest House. Is dat niet gewoon het logo van Oldest House? Ja, dat zou kunnen hoor. Dat we... Kijk. Huh. Dit is een mix van Jesse Faden... En Trench. Zie je? Dit is een, de ene cirkel is Jesse, de andere cirkel is Trench. En daarnaast dan? Dus we... Oh. Dat is New York. De Oldest House van... Ja, we zijn ineens in de Oldest House. Dus dat logo was de Oldest House. Ja, dat was altijd de Oldest House. Elke keer wanneer we door die deur gingen, kwamen we weer terug in dus de basis van de FBC. Oh my god. Panopticon! The Panopticon is a headquarters. Uh-oh. Zitten we nu in die gebouw van Control? Ja, de Oldest House. We zitten nu in het gebouw van Control. We zijn dus via de... We gaan naar Dylan's Panopticon. Daar is hij. Daar is hij weer. Met haar natuurlijk. Hey Dylan. En taxichauffeur in Quantum Break. Ja. Is dat die broer? Ja. Die niet kon stoppen met praten. It's quiet. Who are you? It's been a long time since I've seen anyone. Aww. There's a sign over there for the Panopticon. The Panopticon's only in New York, in HQ. Is this the oldest house? I think that's where I am. So you are inside the oldest house. Is anyone else alive? I can't. Oh. Hey, this is important. FBC headquarters went dark 4 years ago. What exactly happened in there? We were attacked. It
No. No. Not again. Not yet. No, 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 no. Hey. Hey, stay with me. Stay with me. Okay. His. Ja, ik denk dat hij de grote bad guy wordt in Control 2. Ja, denk ik ook wel, ja. What attacked the oldest house? I need to know. His. Oh. Something's changing. Outside. Can you feel it? I can hear it. It's getting worse. You can't stay, can you? Hold on. The phone will interrupt. I need to know if I... Tell Jesse I tried. Uh-oh. I really did. Uh-oh. Damn, dat was volgens mij een... Als dat het begin is van Control 2? Ja, dat was volgens mij een sneak preview even. Sign me the fuck up. Ik denk dat dat de teaser is naar hun Control 2. Oh. Oké. Nou weten we nog steeds niet waarom hij in zijn cel zit. Nee, maar dat weten we wel. Daarom vond ik dat andere functie leuker om te vragen. Holy shit. Ja. Nou Dylan, leuk om jou ook weer eens te ontmoeten. Dat was wat expositie voor de game Control 2. Of in ieder geval wat expositie voor de wereld van Control. Ja. En dan gaan we nu naar de echte min 5. Min 12. Wat was dat cool. Dat was zo vet. Wow. En je zag ook nog even Hydron, zag je nog even. En Polyhydron. Alle kanten gaat het wel. Ik heb maar één kogel. Jesus. Make it count. 1, 2, 3. Sublevel 5. Je hoort haar nog doortellen. Threshold experimentation. Alright, hier is geëxperimenteerd. Daar is hij. Het schilderij. We are here. Mormons had opened the door into Cauldron Lake's threshold. Letterlijk een opening om in the dark place te komen. Unstable. Shutting the experiment down was the only option. Maar dat wil het schilderij niet. Dat wordt Diana niet, denk ik. Jules! Oh. Oh. Eeuw. Is zijn nek doorgesneden? Oh, Diana! Yep. Eel. Die is helemaal possessed, maar toch is die helemaal doorzetten. Aan een bepaalde scène in The Walking Dead. Ja. Typical fucking. How are we beating her? Oh, what the fuck? Ze kan moonwalken, joh. Zwarte rock.
op. Ja, ik denk dat ik gewoon dat op haar ga gooien, want... Moet je haar dan ook eerst shinen, of dat niet? Zo. Oh, oké. Okay. Daar kan ze tegen. Ja, ik had al geshined. Ze is al dood, zeg maar. Damn. Is er dan iets wat we moeten doen qua de ruimte, denk je? Wow. Wow. Jeez. Nee, ik denk... Nou, het bewoog wel, zag je dat? De wereld. Ja. Oh, ze gaat nu andere dingen doen. Ja, dus we moesten haar tot een bepaalde... Ja. Oh, damn. Oh. Heet recht. Zo. Dirty Diane. Nee. Oh, bruh. Ik heb niks. Ik heb niks, lieverd. Ligt hier naar de schotels? Ah, oh, fuck. Stupid ass bitch. I'm gonna die. Ja, I'm gonna die. Dit wordt moeilijk. Ja. Hi, I am scared. What the fuck? I'm sorry, Yassid. I'm scared as well. Oh, daar is ze meteen. Nou, dan ga ik dit niet gebruiken op haar. Denk je dat dat slimmer is? Ja. Nu we weten dat er zo'n... Ja. En je hebt dus her en der wel wat... Wat een coole muziek. Ja. Zo. Oh ja. Ja, nou kun je het loot pakken. Ja, we hebben weer een kogel. Nice. Eentje extra. Dat duurt nog even. Oh, kut. Het duurt nog heel even voordat die komt, zeker. Ja. Ik hoor geen geluid meer door hoe wij zitten. Zeg maar, al daar is hij. Ik doe even snel. Oh, ik zie ze weer. Oh, wat? Dit is kut. Waar is die bitch? Ik kan niet healen. Nee. Fuck. Dit wordt zo moeilijk nu. Oh ja, shit. Nee, ja, maar dat helpt ook weer niet. Valt er wel iets qua damage? Ik denk het niet. Ik denk dat het meer is voor het licht. Oh! Goed zo, babe. Damn. Goed zo. Het scheelde niks. Zet hem over, snel! Ja, ik ga het meteen doen, want het valt allemaal uit elkaar. No! You're angry, I get it. I know what the Marmons did to you, to Rudolph Lane. I will do whatever I can to make sure this kind of thing doesn't happen again. Goed zo, Estevez. The Marmons are dead. I don't know if that's any sort of consolation, but it's done. It was all over him. The threshold is tearing itself apart. I need to shut this down. Look, I'm sorry. I know you didn't make a choice here. It's not
fair, but I have to shut this threshold down before. Zou je als je heel lang blijft praten dat je dan toch eruit komt? Echt, hè? Ik denk het niet. Nee. Ik vond dit een mooie om na twee keer. Wow, zij is nu daar. Waar Saga altijd was, met Ellen. The fuck? Ben je in between? Ja, in een threshold. Overlap. Agent Estevez stood in the forest just outside of Wright Falls. She watched her team detain Alan Wake and Ilmo Cosma, stuffing them into black SUVs. She realized this was the moment Wake had been writing in the vision she had seen. The story was coming true. Dat komt later, yeah. Tijdens dan je playthrough. Out of her head. It had been a good tip, a way to find Wake. Nothing more. Alan Wake! Oh, Ed! After the threshold event collapsed, I was back at Cauldron Lake. But for a moment, I was somewhere else. I saw Alan Wake there. He was writing about me finding him in Bright. Wat gaat gebeuren daarna? Yeah. It was a good tip. I called the surviving members of my team and I told them to meet me there. You know, these cases, they never get less ambiguous or easier. But this one. This was tough. Because protocol says entities like the Taken are monsters, threats. But the Marmots were monsters way before the Shadow got to them. So at the end of the day, what's the difference? Yeah. Wat is het verschil? And that was the end of the story. End of chapter. Ja, want je kan dit gewoon er tussendoor doen natuurlijk. Ja. En dan krijg je alleen maar extra. En dan wanneer je dan met Ellen kom je haar tegen dan in de woods bij zonsondergang, weet je wel. Ja. En dan is het Agent Estevez en dan al dat gebeurt daarna. En dan gebeurt precies wat zij dus ook alweer van tevoren te horen kreeg. Ja. Dat is ook grappig. Dus als je een volledige playthrough doet, past die perfect in een stukje van het verhaal. Precies. Op like 30% of zo. Ja. Zo cool. En dat is dus wat dus kan. Want je kan dus... wanneer je daar bent, kan je dus op het dingetje drukken van de lakehouse opening. Ja. En dan kan je de lakehouse in en beginnen. Dus nu zijn beide DLC's volledig geïntegreerd in een volledige playthrough. Dus voor iemand die het nog nooit heeft gespeeld, je hoeft dan niet in een menu te drukken. Je kan dan gewoon van begin tot eind met Night Springs, met dit, kan je de hele storyline ontdekken. Ja, dat is ook een nieuw nummer trouwens. Ja, dit is ook een nieuwe. Ik weet niet hoe die gaat heten. Maar ik weet wel dat hij meteen op Spotify stond in de Alan Wake 2 playlist. Ja. Samen met die van Paul. Maar dat Ellen dat gewoon kan schrijven, dat Estevez dat dan ook weer vergeet bijvoorbeeld. Ja. Het gebeurt allemaal. Dat, ja. Ja, gek. Dat is wel gek, ja. Mind bending. Maar door haar avontuur in de lakehouse ontdek je dus wel nieuwe dingetjes en nieuwe elementjes. Ja. Waaronder dus dat van Dylan en zo. Want Dylan is al geteased dat hij dus met Mr. Door kan communiceren. Ja. Nou ja, hij heeft nog steeds hele his ergens in zich diep. Ja, nou, dat hoor je wel. Ja, nou ja, hij zei, I'm sorry I tried. Het leek wel alsof hij alles opende, zeg maar. En dat is waarschijnlijk dus daar ook gebeurd. En er zijn nieuwe problemen. En daar kom je dan wel achter in volgende games. Ja. In Control 2. Vraag Junior, dankjewel voor de 79 maanden. Bijna 80 maanden. Dat betekent dat we heel langzaam maar zeker richting de 7 jaar gaan kruipen. Bizar. Heftig. Dat is echt bizar. I appreciate you, man. Hoop dat je een fijne week hebt tot nu toe. En een fijn weekend hebt gehad.
Stel je voor dat we ooit de 100 maanden halen. Ik heb geen idee of het me gaat lukken. Ik zou het leuk vinden. Ik ook. Ik zou het fantastisch vinden. Ja, dit zijn... Dit is echt een beetje het eindnummer voor deze game. Ja. Finale. Want het is The Journey That Brought Us Here voor de mensen die dit helemaal hebben gevolgd. Ja. Dit is het einde van de journey van deze game, van dit product. Zullen we Alan Wake ooit nog terugzien? Dat weet ik niet. In Control, misschien? Ik heb geen idee of we Alan Wake ooit nog terugzien of we in deel 3 komen. Maar hij is nu de... Zeg maar, als je de New Game Plus hebt gespeeld, dan is hij de Master of Many Worlds. Ja. Ja. Dus hij heeft wel power. Hij is powerful. Precies. Hij is heel powerful. Hey. Deep breath. En dan krijgen we Poe ook nog. Looking for release. Nou, ik kan je vertellen dat we niet... Oh, Kyle. Ah. Ik kan je vertellen dat we niet alle 12 achievements hebben. Dat weet ik wel zeker, ja. Dat weet ik wel zeker. Ik wist dus dat 1 achievement was met die gun. Ja. Alle type enemies schieten. Oh. Ja. Nou ja, ik dacht, wat voor enemies zijn er? Shadow. De Shadow en de Paint. Nou, die hebben beide beschoten met die gun. Maar dat is dus niet alle type enemies. Misschien moet je ook de big boy shadow en dat soort dingen. Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in om dat te doen, dus... Jonas, stamina. Nee, we zijn geëindigd... We zijn geëindigd om precies te zijn qua achievements. We hebben er 5 gehad. Op 82 van de 88. Ja, precies. Dus dat zijn er nog 6 en er waren 12. We hebben er 5 gehad. 6. Klopt. Je kan er niet naartoe. Nee, dan moet je naar de productpagina volgens mij. Nee hoor, ik kan altijd normaal hier naartoe. Alleen omdat de game opgestart staat, lukt het niet. Ja, dan probeer ik dus ook, maar hoe startte die op? Kan je niet gewoon naar een pijltje drukken dan? Welk pijltje? Die op de afbeelding staat. Dat is geen pijltje, dat is een hartje. Dat zijn al mijn favoriete hartjes zijn dit. Want dit zijn mijn favoriete games op Epic. Ja. Nee, normaal kan je rechte muisknop hierop doen, lieverd. Ik weet hoe je er kan komen. It's okay. Speed up! Oh, ik dacht dat dan de muziek ook zou speeden. Oh nee, tuurlijk niet. Deze mensen hebben er allemaal aan gewerkt. Ja. Bizar, hè? Ja, heftig. Eigenlijk bizar dat dan zo'n mooie Lakehouse storyline, dat al deze mensen audio, video, gameplay en alles, ondertiteling, translations in allemaal talen, playtesters, ook. Speciaal bedankje. Thank you to everyone who helped us by playing the game. Ah, wij werden ook bedankt. Niet by viewing the game. Playing. Alleen by playing. Oh, dus dan word jij bedankt. Roblox Corporation. Roblox. Copyrighted. Dit zijn al hun lettertypers. Lettertypers. Oh, sorry. Auw, hoef je me niet meteen te schoppen? Nou, dat heb ik wel gedaan. Maar wel leuk als we een keer met Classic Alan Wake outfit gaan spelen. Het ziet er alleen zo droog uit als dat in zo'n dark place. Omdat hij vast zit in de dark place in dit. Dat is het hele idee is om eruit te komen. Ja. En dan zit hij in de dark place in zijn oude kloffie. Ja, maar dat... Ja. Ja. Ja, ik vind dat best gek. Ja. Dit is haar default sweater, maar je kan ook de Oh Dear Diner sweater. Oh Dear Diner. Sawed-off shotgun of de deluxe celebrity suit of zijn suit die hij gewoon normaal aan heeft. Ja, dat was hem jongens. Ladies and gentlemen, people, ik hoop dat jullie hebben genoten. It. We did it. We hebben alles bekeken in ieder geval. Alles qua story mode. Dus daar ben ik tevreden mee. We hebben alle story eruit gehaald uit de DLC die er maar te vinden valt. We weten weer wat nieuwe elementen over de toekomst van dit hele connected universum tussen Control en Max Payne en Alan Wake en Quantum Break en alles.
Jammer, cool. Jammer genoeg kan James McCaffrey nooit meer iets gaan opnemen. Dus dat betekent waarschijnlijk dat we Alex Casey ook niet meer gaan zien. Ik ben benieuwd hoe ze dat doen met de Max Payne remakes natuurlijk. Ja. Want ja, hij kan geen voice lines meer opnieuw inspreken. Nee. Dus wordt het iemand anders misschien. Of zijn oude. Of hebben ze zijn oude aangepast of wat dan ook. Dat is een beetje de vraag. AI upscaler eroverheen. Ik zou het wel mooi vinden als gewoon zijn originele voice lines erin zitten. Ik denk iedereen wel. Ik vind het wel heel jammer, want ik vond hem heel goed als Alex Casey in Alan Wake 2. Ik vond hem weer heel goed overkomen. En ja, Alex Casey had dus eigenlijk ook een Night Springs episode. Maar ja, dat kon helaas niet doorgaan. Gelukkig heeft hij nog net kunnen zien wat deze game inhield. Ja. Echt nog net. Ja. Voordat hij overleed. Hij was wel overleden voor de release, volgens mij, van de game. James McCaffrey, maar dat weet ik niet zeker. Denk het wel. James McCaffrey was overleden in december. Oh, dan heeft hij ook nog meegemaakt dat mensen het speelden. Ja, ook nog. Hij heeft anderhalve maand nog meegemaakt toen Alan Wake 2 uit was. Ja. En nu is hij niet meer onder ons, James McCaffrey. En dat betekent dat de Max Payne voice en ook de Alex Casey voice, maar Alex Casey is Max Payne. Ja. Dat is letterlijk de karakter Max Payne, maar die kunnen ze niet gebruiken door copyright. Dus Alex Casey, dat gaan we waarschijnlijk ook niet meer zo terugzien. Waarom lach je? Vind jij de Max Payne 1 face mooi? Blijft leuk. Ja, daarom wil ik eigenlijk gewoon het origineel blijven spelen. Want yes, als in de remake gaan ze dat echt niet zo doen. Misschien een optie om te... Ik hoop zo erg dat ze gewoon zoals Sam Lake in deze game, Alan Wake 2... Ja. Dat ze die zo'n model gaan gebruiken. Precies. Die dan wanneer die zeg maar gaat duiken in slow motion... Dat hij dan extra dat gaat doen. Ja. Dat zou cool zijn als ze dat kunnen doen. Dat is heel... Ja, maar we hebben nog wel genoeg andere karakters die terug kunnen komen. Ja. We hebben met deze DLC, wat vond je ervan? Ik vond het intens. Ik vond hem zoals altijd. Bijna wat enger dan de main game. Ja. Tikkie enger. Ja. Ja. Hij was tikkie enger dan de main game. Het idee van een persoon en waar ze dan op experimenteren. Ja, de FBC experimenteert op van alles in de Oldest House. Dus het feit dat je dan nu zo'n lake house hebt, zo'n speciale centrum. En we kwamen er dus achter. Voor het eerst mentionen ze dat. Dat de FBC op meerdere plekken in Amerika allemaal headquarters heeft. Dat normaal las je dat niet in de control. Dus maar dat ja, sinds de Oldest House is fallen, zoals iedereen denkt. Ja, de HQ has fallen. Nou ja, hebben ze allemaal andere dingetjes. Dus misschien kan je in Control 2... daar ook wel wat mee. Ja, nee, maar dat is wat ik dus merkte. Ik merkte in de game Control dat er geen enkele mention is van andere plekken behalve de lake house. Ja. Zeg maar van er is een klein stationnetje en zo. Tenminste, dat is wat er bij mij is bijgebleven. Ja, bij mij ook. Hè? En bij hier merkte ik van, ze pushen ook wel heel erg van daar en daar en daar en daar. Dat er meerdere plekken zijn waar ze research te doen en dergelijke voor dit science fiction paranormal. Ja, ik vond het heel cool. Hij was een tikkie enger. De story mode was cool. Ik vind wel nog altijd, ook bij dit al helemaal, maar bij Alan Wake 2 vond ik dat ook al bijzonder extra dan wat ze hadden gezegd van, je hoeft geen control te spelen. Natuurlijk, je hoeft het ook niet te spelen om het te snappen. Nee. Maar ik had niet verwacht dat het zoveel aansloot op FBC, control, al die agenten en zo. En deze DLC was wel echt gewoon full-on voor mij. Dat ik dacht van alles heeft te maken met... Het was gewoon echt control, maar dan in een Alan Wake jasje. Ja, en niet qua Alan gameplay. Wake en een control jasje, zeg maar. Ja, precies. Het voelde echt volledig control wat betreft de plek en al die files en alles gewoon. Nou, als dit zeg maar het opzetje is voor Control 2... En al helemaal dat speel met Dylan. Nou ja, dat is het enige opzetje van Control 2. Ja, maar let's fucking go. Ja, dat... Zin en in. Dat was een kleine teaser voor Control 2. Wanneer komt Control 2 uit? Geen idee, ze zijn er nu mee aan het developen. Er is een stuk van de studio bezig met developen ervan. Duurt lang. Ja, ik vond het nogal intens dat het zo volledig FPC-control is. Maar natuurlijk als je niks ervan weet van die lore...
dan ontdek je het nu wel. Dan dwingen ze eigenlijk mensen die alleen maar Alan Wake 2 hebben gespeeld. Ja. Om van, oh, dat is de FBC. De FBC doet allemaal onderzoek en ja, zo, weet je. Dan kan je al wat dingetjes snappen. Gewoon een Jip en Janneke introductie. Nou, dat niet. Maar het was wel, het is wel van, oh, oké, okay, FBC dit, bepaalde termen. Oh, een bepaalde manier van schrijven, ja, weet je wel. Precies, gewoon de simpelste ding, zeg maar. Ja, maar ik vond het juist andersom. Dat het heel uitgebreid was, maar iemand die dus nooit Control heeft gespeeld, die wordt je nu wel er ook ingewoven. Zo van, nou ja, ja, okay. Misschien hou je helemaal niet van de FBC en alle onderzoek en alles en hoe dat allemaal werkt en alle termen van Alan Wake en dergelijke. Maar ja, als je Alan Wake 2 wel leuk vindt en Alan Wake 1 bijvoorbeeld, wat ik heel veel zie, van ik vond Control helemaal niks, maar Alan Wake, dat vind ik een cool concept. Nou ja, je komt er niet onderuit. Ja. Yeah. Je komt er niet onderuit. Volledig Control. Maar voor de mensen die Control wel hebben gespeeld, was dit zo uitgebreid. En zo diepzinnig allemaal. Klopt. Dat het alleen maar doorbouwt. Ja. Dus je hebt eigenlijk een mooie balans van het doorbouwen voor mensen die alles weten. En het mag dan misschien te moeilijk zijn voor mensen die het nooit allemaal hebben gespeeld, Control en dergelijke. Maar ze krijgen toch wat mee van die hele lore van ja, outside of Alan Wake, ja, zeg maar. En dat is wel, wel interesting. Dat vind ik het wel echt leuk eraan. Alleen, zelfs wij zullen waarschijnlijk nog wel op het internet meer lore tegenkomen. Ook met die linkjes en zo. Yeah. Geloof ik dat er nog wel wat aan de hand is. Wat allemaal extra geeft. Dus veel lore van de game Control. En ja, waar dus voor mij het... ik moest bijna huilen bij Night Springs toen dat hele Quantum Break gebeurde kwam. Met die stripboeken en zo. Yeah. Dat voelde zo bittersweet. Yeah. Ik kreeg er helemaal trillingen en traanogen van. Dus dat was heel leuk dat het naar Quantum Break reikte. Maar dit was all out Control. Superleuk. Met natuurlijk wel ook Alan Wake gewoon. En ondanks dat je een sidestep doet, vond ik het wel een hele leuke toevoeging aan de story. Als je hem dus op die 30% in de story speelt. Yeah. Want je kan dus die campaign spelen. Dan ineens kom je de Lakehouse button weer tegen. Nou, wij drukten erop. De DLC was nog niet uit. En toen was het van, nope, come back later. Yeah. Zeg maar. En nu als je dat doet, dan krijg je dit dus mee. En dan op het moment dat je er dus uitgaat bij die cutscene die je aan het einde zag, yeah, dan ga je gewoon weer door. Precies. Met Saga. Ja. Yeah. En dergelijke. Dat vind ik ook wel een goede voortzetting van het verhaal. Omdat ze dus ook die dingen deden van, dus dat zij dat ziet, hoe hij al dingen aan het schrijven is. Dan krijg je net iets meer hints van wat er allemaal nog gaat komen in je playthrough, als je het verhaal nog nooit hebt meegemaakt. Ja. Dus het is wel een beetje geïntegreerd erin. Zeker. Ja, cool. Thanks for watching. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Thank you for support. En ja, alles van Alan Wake, alles van Control en ons hele uitvogelen van hoe dit uitgebreide universum werkt, kan je allemaal vinden op 16L VODs, uitroepteken VODs. We hebben echt super diep zijn we in de storyline gegaan. Van Alan Wake, van Control, van zelfs Max Payne tot Quantum Break, die er ook een beetje toe doen. Toch heel veel leuke easter eggs, ondanks dat het mogelijk niet in de lore of in de meta kan. Hebben we alles onderzocht. En daar zou je alles terug kunnen kijken, waaronder ook uiteindelijk dus deze DLC 2 parter. Hell yeah. De game krijgt van mij echt een 1000 van de 10. Ja, yeah, same. Hij mag een mooie strik omheen. En ik hoop dat ze weer hele mooie kwaliteit games gaan maken. Het is nog altijd bizar dat dit niet een full price game is. Ja. Yeah. Ik zou hier juist extra voor betalen. Mm-hmm. Maar het is geen full price game. Hij zit onder de full prijs. Van zeg maar de €70, €60 en zo. Ja. Gek. Ja. Zij zien het toch niet als een premium game. Te bizar voor woorden. Ja. Het voelt alsof ik het stil nog altijd. Hm. Nou, Robin gaat even lekker relaxen. Want haar nek doet heel veel pijn en dergelijke. En haar hoofd doet pijn. And I appreciate you all for watching. Ik ook. Tot de volgende keer. Bye bye. Bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten!
Muzinje. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komt. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! What? Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik de... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Hoi. Oh. Pas op voordat je doorziet. What the hell? Dat gebeurt niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat doe ik? Waar ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Nee! Ja, Rijnbabel! Het is een schade! Oh. Oh shit! Wat? Wat? Hoe kreeg je dat voor? Dat is insane! Kunnen ze dat opgestoken? Lol! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Kom maar, folks, hé! Nee. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.